Ik verzoek de griffier de getuige binnen te leiden. Het liep wel een mitrailleur, die camera. Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van Bokhoven. Meneer Van Bokhoven, welkom. Dank u wel. Bij onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Wij onderzoeken het hele stelsel van de corporaties, ook de incidenten. Zo willen we weten wat er allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie er verantwoordelijk zijn. En vandaag concentreren we ons op de controlerende functie van de Tweede Kamer. En mensen die daar jarenlang woordvoerder waren, zo ook u, meneer Van Bokhoven. U was de geestelijk vader van deze enquête waar het betreft het indienen van een motie die met algemene stemmen werd aangenomen. We zullen als enquêtecommissie niet aan u gaan vragen waarom u die motie indiende, want we weten immers zelf heel goed waarom wij hier zitten. We hebben u als getuige opgeroepen vanwege uw langjarige woordvoerderschap in de Kamer ten aanzien van het dossier van de sociale volkshuisvesting. En in dat verband wordt u dus gehoord als getuige. Het verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan. En mij wil nadoen met de voorste twee vingers van de rechterhand. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. U staat onder ede, meneer Van Bokhoven. Neemt u plaats. Dank u wel. Dank u. Ja, de microfoon staat aan, die kan ook aanblijven. Ja. We gaan gewoon meteen beginnen. Er zijn een paar leden van onze commissie die graag vragen aan u stellen. En daarom is het woord nu aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, meneer Van Bokhoven. U was Kamerlid voor het CDA en 10 jaar lang woordvoerder wonen vanaf 2002. Je bent een continue factor in het volkshuisvestingsland. U bent ook inderdaad indiener van de motie die tot deze parlementaire enquête heeft geleid. Met de commissie wil u 11 vragen stellen over de invloed van de Kamer op de totstandkoming van beleid en regelgeving. En ook op de wijze waarop uiteenlopende bewindslieden invulling hebben gegeven aan dat beleid. Zoals gezegd, u was vanaf 2002 woordvoerder voor het CDA Volkshuisvesting. Hoe bent u dat geworden? De woordvoerder Volkshuisvesting die in de periode daarvoor namens de CDA-fractie het woord voerde, had de Kamer verlaten. Toen ik in de Kamer kwam, heeft men mij gezegd van gezien jouw ervaring op dat terrein, moet jij de woordvoerder Volkshuisvesting maar worden. Er was nog veel concurrentie om die portefeuille te bemachtigen? Dat heeft men mij niet meegedeeld, maar laten we zeggen, de plaatsvervangers stonden niet te dringen. De plaatsvervangers stonden niet te dringen. Moet ik daar het opmaken dat volkshuisvesting toch niet het allerpopulairste onderwerp was in die tijd? Het was een ingewikkeld onderwerp. Denk ik een van de factoren die meespeelde. En daarnaast was het zo dat ik een aantal jaren op dat terrein al actief was geweest op gemeentelijk niveau. Mm-hmm. Een aantal dingen wist en daar heeft men kennelijk graag gebruik van gemaakt. Heeft u ook een bepaalde opdracht meegekregen om invulling te geven aan uw woordvoerderschap? Zoals bijvoorbeeld de heer De Pla dat vanochtend vertelde. Die ging ook met een bepaalde opdracht het veld in. Was dat bij u ook zo? Nou, waar het vooral om gaat is in de eerste plaats je persoonlijke gedrevenheid als je op een bepaald dossier woordvoerder bent. En ik wilde graag op het terrein van volkshuisvesting woordvoerder zijn, omdat mij dat terrein aansprak.
En in de tweede plaats, als je in de Kamer komt, dan zit je er mede om inhoud te geven aan en in uitvoering te geven aan het verkiezingsprogramma waarop je gekozen bent. En omdat het CDA ook onmiddellijk na die verkiezingen, na de formatie, deel uit ging maken van de regering, had je ook te maken met afspraken die in het regeerakkoord waren gemaakt. En dat zijn toch mijn drie opdrachten eigenlijk. Ja, die, dat regeerakkoord dat betreft dan de afspraken voor het kabinet Balkenende 1. En minister Kamp werd van de VVD werd minister van Volkshuisvesting. Dat kabinet kwam na een kabinet waarin de VVD ook zat, ook met een bewindsman, dat was de heer Remkes. En die had een woonwet ingediend, maar die ging weer van tafel. Wat vond u van de woonwet? De inhoud van de woonwet, die ken ik niet. Want die woonwet heeft de Kamer nooit bereikt. Nee, die is inderdaad blijven hangen bij de Raad van State. Maar u weet ook net zo goed als ik dat de woonwet een uitwerking was van de nota mensen wensen wonen van de staatssecretaris. En daarin stonden alle hoofdlijnen wel in beschreven die vervolgens in de woonwet zijn neergedaald. Als u dat zegt, dan zal dat zo zijn. Ik moet vaststellen dat de Raad van State, zo is dat ons wel gemeld, een vernietigend oordeel had over de inhoud van die betreffende wet. En het kabinet heeft vervolgens die wet niet meer naar de Kamer gestuurd. Kan ik naar eer en geweten geen antwoord geven of die twee dingen ook één op één sporen. En natuurlijk weet ik dat in de nota mensen wensen wonen belangrijke opvattingen van de twee stromingen in het kabinet hun plek hadden gevonden, namelijk hoe ga je om met de voorraad, wat zijn de verhoudingen, nog 30% sociaal, 70% markt. En hoe ga je in dat opzicht ook wel om met de positie van de spelers op de volkshuisvestingsmarkt en met name de corporaties. Kunt u iets, u suggereert dat er een uituil was geweest tussen PvdA en VVD, maar kunt u iets meer benoemen wat u hier bedoelt? Als je teruggaat naar wat voor partijen belangrijk was en je kijkt naar de nota mensen wensen wonen, dan blijft bij mij hangen het beeld van wij gaan naar een scherpere verdeling van de verhouding sociaal-niet sociaal, dus de sociaal of markt zou je ook kunnen zeggen. En wij gaan naar een wat scherpere omschrijving van de positie van corporaties. Dat is wat in mijn beeld in de tegenstelling bij die twee partijen leefde. Ja. Mag ik het dan zo vertalen? De inbreng van de VVD was minder sociale huurwoningen en de inbreng van de Partij van de Arbeid was meer sturing van de sector. Dat was de inzet van beide woordvoerders. Dat is wat u in feite bedoelt. Dat was de inzet van beide woordvoerders. En wat vond u ervan? Nou, wij waren in die tijd was er wel breder de behoefte om te kijken of je te spreken over de verhoudingen sociaal niet sociaal. Er was in die tijd toch wel ook een streven naar meer eigen woningbezit, naar meer ruimte op de markt. De verhoudingen 30%, 70%, die worden zoals gebruikelijk altijd generiek en niet specifiek opgelegd. En dat levert natuurlijk op een aantal plekken wel problemen op, dus daar kon je vraagtekens bij zetten. En bij een sterkere sturing op de woningbouwcorporaties, in algemene zin, was het CDA, waren wij voorstander van toch ook meer ruimte voor de verzelfstandigde woningbouwcorporaties. Dat waren ze natuurlijk al langer, maar vanaf 1995 ook na de brutering financiële koorden met het Rijk afgebroken. Mm-hmm. En de wat sterkere sturing weer opnieuw van overheid en dergelijke richting die corporaties. Daar stonden wij nou niet meteen handen wrijvend bij van dit is een goede ontwikkeling. Ja, want in 2002 zegt u in de Kamer dat op basis van het advies van de Raad van State de woonwet in de prullenbak is beland. Ik maak daar dan uit op dat u dat niet betreurde. Gezien het feit wat ik zojuist zei en mij baserend op de hoofdlijnen zoals we die uit de nota met mensen wensen wonen konden opmaken. En mede gezien de uitspraken van de twee hoofdstromen op dat terrein betreurde ik dat niet. Ja, helder. In 2002 zegt u ook bij de plenaire behandeling van de begroting, neem aan dat het uw eerste was,
dat maatregelen waarbij corporaties hun vermogen inzetten voor de stedelijke vernieuwing, dat daar het initiatief eerst bij de corporaties zelf moet liggen. Ja. Herinnert u zich dat nog? Mogen we daaruit opmaken dat u in die tijd een grote overtuiging had van de kracht van de eigen kracht van woningcorporaties en ook van zelfregulering van de sector? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ik had een sterke overtuiging van de kracht van woningbouwcorporaties. En ik vond ook dat woningbouwcorporaties op dat punt hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Omdat zij een bepaalde taakstelling hebben, een bepaalde opdracht hebben. En binnen die taakstelling en opdracht moeten ze hun werk doen. En die verantwoordelijkheid moeten ze daarvoor nemen. Als u het heeft over zelfregulering, dan heb je het meer over zaken van hoe organiseer je nou toezicht? Hoe spreek je elkaar nou aan? Hoe corrigeer je elkaar? Die twee dingen hebben dat laatste element zit minder in mijn inbreng, zoals u zojuist citeert, dan het eerste. Gelooft u wel in de kracht van het interne toezicht? Dat kan als je het goed organiseert. Ik denk dat je toezicht, als je dat op eigen kracht moet doen, dat je daar een goed stelsel van check and balances voor nodig hebt. Om te voorkomen dat er sprake is van willekeur, om ervoor te zorgen dat mensen ook een goede mate van terugvalmogelijkheid hebben. Dit wil zeggen, als zij van bepaalde dingen beschuldigd worden of op bepaalde dingen worden aangesproken, dat zij ook in beroep kunnen gaan bijvoorbeeld. Dus het kan. Maar je kunt het ook op een andere manier organiseren. En dat is buiten de sector om, of bijvoorbeeld leggen bij wat wij later ook hebben bepleit en wat nadrukkelijk aan de orde is geweest, een volkshuisvestingsautoriteit die daar een rol en taakstelling in geeft. Was toen nog niet aan de orde. Was toen nog niet aan de orde. Toen domineerde het geloof van de discipline en de werking van interne toezicht. Ja, dat is maar betrekkelijk, omdat wij wel in debatten, ook in die periode al met de minister, spraken over een aantal zaken die wij weliswaar van betekenis vonden, waar aandacht voor moest zijn. Dat had te maken met governance, dat had te maken met visitatie, dat had te maken met de discussies die ook in die jaren al speelden over stijgende bedrijfslasten en dat soort dingen meer. En de vraag was of je, en daar hebben we met de minister ook, het was toen minister Dekker, ook verschillende keren over gediscussieerd, of je op dat punt ook niet vanuit de overheid op de een of andere manier strakkere regels moest stellen. Ja. In 2003 komt een rapport van het Centraal Fonds. En ja, daarin staat dat interne toezichthouders een te beperkte rol en taakopvatting hebben. En ja, de bevinding van het rapport is dat woningcorporaties zich vooral echt op de financiële continuïteit en te weinig voor hoe het bestuur functioneert, te weinig voor maatschappelijke prestaties. Kunt u zich dat rapport nog herinneren? Nou, het rapport op zich kan ik mij niet herinneren, maar de lijn die u zojuist aangeeft, weet ik dat dat onderdeel van discussie is geweest, ja. En had dat invloed op uw overtuiging hoe het systeem van zelfregulering en interne governance werkte? Ja, maar je hebt in dat verband, legt u de lijn opnieuw met zelfregulering. En zelfregulering zie ik toch ook in de relatie tussen corporaties onderling en in afspraken die daar tussen partijen zijn gemaakt, hoe je elkaar daarop kan aanspreken. Terwijl het onderwerp van intern toezicht een zaak is waarbij je vooral moet zorgen dat je de kwaliteit van de toezichthouder, de wijze waarop die toezichthouder functioneert, de wijze waarop de Raad van Commissaris of de Raad van Toezicht is samengesteld, dat speciaal aandacht nodig heeft. En los van het feit dat wij vertrouwen hadden in de mogelijkheden die de corporatie zelf had en de vraag of wij dat allemaal via de wet moesten regelen wel degelijk aan de orde was, gingen wij ervan uit dat die corporaties dat ook voor een belangrijk deel zouden kunnen doen. Zelf zouden spreek ze erop doen. Aan, zorg ervoor dat ze ook op dat punt hun eigen huiswerk adequaat doen. Als je als sector, want daar ging het natuurlijk om, de politiek aanspreekt dat je verzelfstandigd bent en dat de politiek zich niet voortdurend met jouw interne zaken moet bezighouden, dan mag de politiek tegen de sector zeggen, dan moet je de zaken wel op orde hebben. En dat was de situatie van dat moment.
Ja, in de woonwet stonden natuurlijk ook al een aantal aanscherpingen van die governance-wetgeving. Die ging weer van tafel. Onder andere het Escher-instituut. Toch, wij komen niet in de stukken tegen dat in die tijd in 2002, toen het kabinet weer een kamp minister werd, dat er nou zo erg getrokken werd aan het versterken van die interne governance. Nee, ik geloof ook dat u daar gelijk in hebt. Maar dat betekent niet dat wij in onze gesprekken, ook met de sector, nadrukkelijk aangaven dat dat wel een belangrijk punt is. Dat als je van de politiek vraagt, geef ons de kans om ons te ontwikkelen. Hè? In 95 door de brutering was men ook financieel van de banden met de overheid af. Geef ons nou de tijd om ons te ontwikkelen. Behandel ons nou als ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Dan was wel degelijk de discussie, ook met het veld, van jongens, maar als dat zo is, dan moeten jullie ook je verantwoordelijkheid adequaat nemen. Ja, en dan moest de sector dus eerst zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat was de inzet. Dat was aanvankelijk nadrukkelijk de inzet, ja. Ja. Hoe was uw relatie met Edes? Nou, ik denk dat de relatie met Edes in de periode 2002-2012 altijd een zakelijke, goede relatie is geweest. Een zakelijke en goede relatie. Een relatie met de heer Van Leeuwen? Mijn relatie met de heer Van Leeuwen die was zakelijk, constructief, maar ook wel zo nu en dan in de zin van dat we elkaar stevig aanspraken op verschillen. Dus laten we zeggen, het voorbeeld van hoe ga je nou om met een aantal zaken op het gebied van intern toezicht, met de ontwikkelingen van de corporatie, met de rol van de overheid versus de corporatie. Daar konden we ook best stevig over discussiëren. Kunt u iets specifieker zijn? Wat nou de verschilpunten waren van inzicht met Edes? Nou, kijk, specifieker zijn met een speciale geschilpunten. Kijk, als je nou nagaat dat er in de sector ook de opmerkingen over bijvoorbeeld de versterking van het interne toezicht. Hoe ga je daar nu mee om? De relatie tussen toezichthouder, intern toezichthouder, bestuurder. De verantwoordelijkheden die corporaties nemen in hun beleid. Gaan we ons alleen op onze sociale taak richten of gaan we ons breder richten? Maar wat vond u, wat vond Van Leeuwen? Nou, Van Leeuwen vond, zoals ik zal het in mijn woorden zeggen, dat hij stond voor een sector die inderdaad in ontwikkeling was en die moest doorgroeien naar verdere verzelfstandiging, waarbij ook het aspect van zelfregulering natuurlijk een belangrijk element met zich bracht. Erop aanspreken, komen met codes waar men aan moet voldoen, et cetera. Waarbij wij steeds hebben gezegd, waar ik als woordvoerder steeds heb gezegd, ja, daar zitten een aantal elementen in, maar je moet wel je problemen oplossen die zich voordoen. Als je die rol wil hebben, dan moet je dat ook stevig doen, want er doen zich best wel incidenten voor die aanleiding geven om over die stevige aanpak te discussiëren. Dus Van Leeuwen zei, we zijn in ontwikkeling en we willen het zelf oplossen. En u zegt van, nou ja, Dat is, maar dan moet u het ook wel doen. Dat is het beeld wat ik daar nog steeds bij heb, ja. Ja, en dat is dan toch van de zelfregulering moet wel echt handen en voeten krijgen. De zelfregulering moet handen en voeten krijgen en tegelijkertijd, dat kunt u ook uit de stukken opmaken, hebben wij ook al in een vrij vroeg stadium, 2003, 2004, zijn wij ook de stappen gaan zetten van kijk, maar er doen ze wel een aantal zaken voor waarbij je moet afvragen of je dat niet gewoon landelijk moet regelen. Laat ik nou eens een voorbeeld noemen wat we uiteindelijk in de herzieningswet wel hebben geregeld. Dat is de verplichte visitatie. Ja, daarvan hebben we vrij lang discussie gevoerd en eigenlijk begon dat al in die periode. Waarbij Edes zei dat kunnen we zelf regelen en daar hebben we een code voor en daar hebben we geen wetgeving voor nodig. Dat vinden ze geloof ik tot op de dag van vandaag. Terwijl wij zeiden, ja, je zegt wel dat je het kan regelen en je zegt wel dat je een code hebt, maar wij stellen vast dat het bij een heleboel corporaties nog niet gebeurt. Dus het is van 2-1. Wij gaan dus, omdat het niet gebeurt, gaan wij daar toch het nodige van vinden. Ja. Meneer Mulder, aanvullend. Dank. Meneer Van Bochhoven, u zegt, ja, eigenlijk waren wij blij dat de ideeën van minister Remkes niet doorgingen. We zien in de gelijk nadat de woonwet blijft hangen bij de Raad van State, zien we niet dat het CDA of dat u initiatief neemt, althans in de Kamer, om ervoor te zorgen dat intern toezicht beter gaat. U zegt, maar ik sprak partijen er wel op aan.
Kunt u eens een paar hele concrete gesprekken noemen waarin u dat heeft gedaan? Mag ik bij mijn eerste opmerking van u als eerste even aanhaken? We hebben wel degelijk in de Kamer in onderscheiden debatten. En we hebben er in die tijd heel veel gehad. Als het ging om stijging van bedrijfslast, als het ging om de salarissen van bestuurders, als het ging om problemen met intern toezicht, als het ging om governance, als het ging om visitatie, hebben we wel degelijk in de Kamer dat soort aspecten aan de orde gesteld. En hoewel er al vrij snel duidelijk was dat die huisvestingswet niet door kon gaan, er een nieuwe huisvestingswet moest komen, daar gingen wij ook vanuit dat die er kwam, hebben we de aanzetten daartoe in allerlei deelelementen wel degelijk gegeven. En als u vraagt van wat blijkt nou uit die gesprekken met de sector? Ja, natuurlijk is het zo dat wij niet een, laten we maar zeggen, een gereguleerd overleg hadden van de Kamer. Dan wel de CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft een bestuurlijk overleg met het bestuur van Edis om nog eens een keer precies te vertellen hoe de zaken ervoor staan. Ik denk niet dat dat passend in de verhoudingen was. Maar wij gingen wel, als we in het land waren, als wij bij corporaties langs gingen, als wij bestuurders spraken, als wij wethouders bij ons kwamen, vroegen wij wel van, jongens, hoe zit dat nou? Hoe hebben jullie dat nou georganiseerd? Hoe is dat nou in jullie corporatie? Dus wij probeerden langs die lijn wel degelijk een beeld te krijgen en ook stimulans te leveren om dat te verbeteren. Ja, we hebben eerder deze week de heer Van den Molen gehad van het CFV, en dat was de auteur van die rapporten. Zijn beeld was, ja, er werd de politiek nauwelijks wat met die rapporten gedaan. Maar nu blijkt dus dat er wel degelijk iets mee is gedaan. Kijk, als je kunt de rapporten van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting werden in de Kamer behandeld, dus geagendeerd, meestal in een algemeen overleg met de minister besproken. En daar werden met de minister natuurlijk van gedachten gewisseld of er op dat punt maatregelen nodig waren. Dat is één kant. En de tweede kant heb je met die bevindingen uit die rapporten, die onderdeel uitmaken van wat je dan zo mooi noemt je referentiekader, ga je natuurlijk wel het land in om te toetsen of dat ook werkelijk zo was en hoe er daarmee mee stond en of je op basis daarvan tot stappen moest komen. En een deel van die stappen hebben we ook gezet door, en ik verwijs naar wat ik zo even zei, te pleiten voor een aantal maatregelen die wij vonden die je wel degelijk kon nemen, zonder dat je nou meteen helemaal de integrale wet op de agenda had. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, dank. Minister Kamp die zit mij heel kort, omdat het kabinet met de LPF een kort leven is beschoren. Dan komt het kabinet Balkenende 2. En dan wordt mevrouw Dekker minister van Film. En zij kondigt een nieuw arrangement aan tussen de overheid en de corporaties. En dat zou dan ook uiteindelijk moeten leiden tot een wijziging van het BBSA en van de woningwet. En in haar aanpak kiest mevrouw Dekker een lijn van meer zelfsturing ten opzichte van haar voorganger, staatssecretaris Emkes, die toch wat meer sturing en wat meer coördinatie wilde. Sloot die lijn van denken beter bij u aan? Ja, ik denk dat zeker in die periode de lijn die mevrouw Dekker uitzette, was natuurlijk ook een lijn die werd uitgezet in het kader van het coalitieafspraken, dat die op dat ogenblik inderdaad wat dichter lagen bij de CDA-fractie dan de voorgaande lijn, bijvoorbeeld van het voorstel Remkes. Ja, want dat was een paars kabinet en u hebt al gezegd, hè, waar is een ander uit de uil. Het sloot beter aan bij het CDA-gedachtegoed. Ja. In 2004, terwijl Dekker bezig is, neemt u samen met uw collega Staf de Pla, die vanochtend is geweest, het initiatief tot een parlementair onderzoek. En dat wordt uitbesteed aan het RIGO. En de onderzoeksvraag is of het omvangrijke budget van de corporaties op een effectieve en efficiënte wijze kan worden ingezet. Waarom neemt u dat initiatief voor dat onderzoek? Omdat de minister zou komen met een aanpassingsvoorstel op het BBSA. Ja. De minister op dat punt natuurlijk goed geëquipeerd was met de steun van een behoorlijke ambtelijke organisatie die daarbij kon assisteren. En bovendien past het ook wel een beetje in het kader van de afspraken tussen de minister en de brancheorganisatie. De Kamer is natuurlijk niet zo stevig geëquipeerd. Wat bedoelt u bij past bij de afspraken tussen de minister en bij ons? Nou, de minister probeerde met de brancheorganisatie toch tot een goede samenwerking te komen.
en tot afspraken te komen over hoe gaan wij nou in gezamenlijkheid die volkshuisvestingssector ook inrichten. En ook dat is al een andere aanpak dan die van de heer Emkes, hè? Ik bedoel daar in mijn verhaal mee te zeggen dat zij dus al los van haar eigen ambtelijke ondersteuning ook door afspraken te maken met de brancheorganisatie, wij moeten samen optrekken en dat kan inhoud geven aan datgene waar ik aan regelgeving mee kom. Ik weet niet of dat zo uiteindelijk zo zou zijn, maar dat is wel een mogelijkheid. Hebben wij gezegd, dan moeten wij ons wel goed voorbereiden op die discussie. En dan hebben we een aantal vragen zetten, want wij hebben ook gevraagd naar mogelijke systemen die je in de sector zou kunnen toepassen. En daar hebben we Rigo om dat rapport gevraagd, zodat wij ook beslagen ten ijs zouden kunnen komen in de discussie met de minister. Ja. In 2005, want de EGO werkt voortvarend, komt dat rapport. En de conclusies waren eigenlijk behoorlijk hard. Het rapport zet hele grote vraagtekens bij de vraag of het omvangrijke budget wat in corporaties inmiddels hebben, of dat efficiënt en effectief kan worden ingezet. Kwamen die uitkomsten voor u als een verrassing of wist u dit eigenlijk al? Nou, het eerste deel wisten we. Er was sprake van behoorlijke, mag ik het zo noemen, overmaat aan vermogen. Daar leek het in ieder geval wel op. En in de tweede plaats is het zo dat wij natuurlijk ook wel wisten dat er op dat punt knelpunten lagen. Maar in de hardheid en in de directheid waarmee Rigo dat opschreef, was het wel een verrassing. Dus dat toch wel. Minister Dekker die reageerde op in december 2005. En ze zegt dat het een goede analyse is. Maar dat ze niet kiest voor versterking van de sturing, maar voor meer ruimte voor zelfsturing. Wat vond u daarvan? Nou, daar hebben we natuurlijk toch wel een discussie over gevoerd. En dat was ook wel een we hebben als Kamer natuurlijk met dat rapport hebben we ook anderen gevraagd wat zij daarvan vonden. We hebben een hoorzitting gehouden, ik weet niet precies hoe lang dat heeft geduurd, maar we hebben een hoorzitting gehouden waarin we een aantal partijen de gelegenheid hebben gegeven om ook hun mening daar nog over te geven. Daar waren natuurlijk ook de hoofdrolspelers allemaal weer aanwezig. En dat betekent dat wij vervolgens het debat met de minister zijn aangegaan. En dat leidde eigenlijk wat ons betreft wel tot een aantal zaken. Eén, er blijft toch wel behoefte aan een woningwet. Bij dat BBSH als specifiek instrument, een algemene maatregel van bestuur, kan je dat niet beter ook wettelijk regelen. Dat speelt ook voortdurend ook door de rest van mijn inbrengen mee. Dat hebben ze ook bijvoorbeeld bij de herzieningswet nog een uitgebreide discussie met de toenmalige minister gevoerd of je dat allemaal wel in dat BBSH moest zetten. En in de tweede plaats hebben we natuurlijk vooral ook gekeken naar hoe kunnen wij die spanning die je wel meer en meer ging voelen tussen zelfregulering en toch het zich voordoen van knelpunten, of laat ik het anders zeggen, het zich niet oplossen van die knelpunten, hoe je daar een goede weg in kon vinden. Ja. Dat was wel een beetje het lastige in dat debat. Maar uiteindelijk u steunt wel de lijn die minister Dekker hierin kiest. Uiteindelijk steunen wij de lijn die minister Dekker hier kiest, omdat dat nog steeds in hoofdlijnen toch past bij het denken waar wij als CDA aan zaten. Ik verwijs ook op dat wij ook op dat ogenblik nog nadrukkelijk dachten over een wetsvoorstel over de maatschappelijke onderneming en dergelijke. Om dat op een goede manier handen en voeten te geven. Dus niet alleen kijkend naar de corporatiesector, maar breder. En dat betekende dat je ook die maatschappelijke onderneming de ruimte moest geven om te functioneren. Maar eigenlijk als je goed naar die reactie kijkt van minister Dekker, dan knuffelt ze dat rapport toch min of meer een beetje dood. Ik deel de analyse, maar ik deel eigenlijk niet de gevolgtrekking die eruit getrokken wordt, namelijk toch wat meer sturingselementen inbrengen. Ik ga precies de andere kant op. Nou, ik weet niet of ze helemaal precies de andere kant op ging, want ook de minister wilde wel dat er op een aantal zaken, ook die de Kamer had aangedragen, dat daar oplossingen voor kwamen. Ik bedoel, de zaken die ik zojuist allemaal noemde en die ook in de herzieningswet nu uiteindelijk op de een of andere manier een plaatsje hebben gekregen. Ja, dat zijn wel veel jaren verder. Ja, dat weet ik wel, maar op dat ogenblik speelden ze al, wilden ze daar ook niet helemaal afscheid van nemen. Dat was één kant van de lijn en de andere kant van de lijn was inderdaad, je kunt nou wel zeggen dat je dat strakker moet doen, maar daar geloof ik niet in. En dat mag natuurlijk, je hoeft niet elk rapport dat je laat schrijven één op één over te nemen. Ja. Dat is de ruimte die de minister heeft. Ja, maar in die zin steunt u dus minister Dekker in dat ze dat deel van het rapport dan niet overneemt.
Uiteindelijk is het zo dat wij eigenlijk twee dingen hebben gedaan. Als u de lijn, hebben wij gezegd van de hoofdlijn van de minister steunen wij. Dus we hebben op dat punt de minister zijn wij niet afgevallen, we hebben haar gesteund. We zaten ook met haar in een coalitieverband, daar waren ook afspraken natuurlijk. Aan de andere kant zie je ook dat in toenemende mate de discussie aan de orde komt van maar... moeten we toch niet meer dingen gaan regelen? Waar blijft die huisvestingswet? Zouden we daar niet een aantal zaken in moeten vastleggen? Dus in de, of die herzieningswet, woningwet, waar komt die? Moeten we niet meer dingen vastleggen? Die breuklijn zit in de periode, laat ik zeggen, tussen 2006 en 2008. Ja, veel later pas. Nou, dat is niet zo veel later. Want het rapport van Rigo hebben wij geloof ik aan de hand van de brief van de minister in december 2005 behandeld. En dan zie je dus in 2006 tot 2008 die kanteling meer en meer komen. Ja, nou goed, het rapport, op de Echtelt rapport dateert van 2004. Nee, dat is duidelijk. Ik begrijp dat, maar daar kan ik nog wel meer voorbeelden van noemen van voorstellen die een lange weg gaan. Maar als je bijvoorbeeld, om dan de lijn nog maar even door te trekken in de gedachtegang, wat kan dat lang duren? Laten we dat niet doen, want we hebben nog heel veel vragen. Ja, maar die lijnen komen vanzelf. Bij het regeerakkoord van 2007 zult u zien dat zelfs daar die lijn er nog in zit, pijler 6. Er zijn nog andere rapporten verschenen van het Centraal Fonds. Die gaan over intern toezicht, over treasury, de vermogensovermaat, het aangaan van verbindingen door woningcorporaties. Rapporten over de stijgende bedrijfslasten. En het genoemde IGO-rapport. En ja, overal is de conclusie eigenlijk dat de minister geen goed zicht heeft op wat woningcorporaties presteren. En dan is aan u de vraag van, pak dan de Kamer die rapporten op. Ik denk dat de Kamer laat ik het anders formuleren. De Kamer heeft eigenlijk elk rapport dat aan de orde was, omdat ze van het Centraal Fonds kwamen, waar de Kamer altijd een rapport van kreeg en waar er dan een later debat over vond, dat de Kamer in toenemende mate... De punten die daar staan en die u zojuist opzoomde, heeft opgepakt. Als u zegt van, heb je dat dan meteen vertaald in wet en regelgeving, is het antwoord nee. Mm-hmm. Heb je ook een idee hoe die rapporten vielen bij de sector? Bij de sector viel dat niet altijd even goed, omdat de verhouding tussen het Centraal Fonds en de sector in die tijd niet behoorde tot de beste. Ja, en dat wist u ook in die tijd al. Ja. En hoe vielen die rapporten bij minister Dekker? Hebt u daar... Wij hebben dus in de afgelopen veroorden gehoord dat toch wat wrijvingen waren... en dat er zelfs minister Dekker zou hebben aangedrongen op het ontslag van de heer Van der Molen... omdat die rapporten ongewelgevallig waren. Hebt u daar iets van meegekregen? Nee, anders dan dat ik daar uiteraard in de berichten en in de verhalen die toen al rondgingen natuurlijk ook wel werd wel eens wat over gezegd. Maar ons is nooit één op één bericht dat de verhoudingen van een zodanige aard waren dat betrokkenen niet meer door één deur zouden kunnen of dat ze afscheid zouden willen nemen. Dat er spanningen waren. En tussen enerzijds EDES en Centraal Fonds, dat was ons bekend. En hoe partijen daar vanuit hun eigen verantwoordelijkheden bij de minister op aandrongen om maatregelen over en weer, daar is mij inhoudelijk niks van bekend. Mm-hmm. Ja, het Centraal Fonds en ook het IGO die constateren dat er geen zicht is op het individueel presteren van woningcorporaties. Vindt u dat het... individueel presteren van woningcorporaties, dat het een verantwoordelijkheid is, onder de verantwoordelijkheid valt van de minister? Ja, dat is de discussie die eigenlijk al die jaren gevoerd is. Als je vindt dat het onder de verantwoordelijkheid van de minister valt, en de minister heeft uiteindelijk het volkshuisvestelijk toezicht naar ze toegetrokken, dat lag oorspronkelijk bij de gemeente. Het financieel toezicht is naar het Centraal Fonds gegaan en op enig moment is ook het volkshuisvestelijk toezicht naar het Rijk gegaan. Dan is dat met een minimale menskracht ook uitgevoerd. Wij kregen informatie die, laat ik maar zeggen, samengevat was over ruim 400 corporaties, maar niet het beeld per individuele corporatie. En ik weet ook niet of dat nou het niveau was waarop je ook in de Kamer moet discussiëren. Daar kan je ook nog wat van vinden.
Ja, wist u dat het toezicht door het ministerie, dat zoals dat in de afgelopen eeuwen is gebleken, dat werkte volgens een piepsysteem? Dat weet ik niet precies hoe ik dat moet interpreteren. Maar wat ik wist is dat als je bijvoorbeeld tegen een wethouder zei die van ik heb een probleem met de corporatie en wat moet ik daar nou aan doen? Hè? Dat was in die tijd wel een behoorlijke discussie, ook wel op symposia en dergelijke. Gemeentebestuurders die zeiden ik wil een aantal maatregelen nemen op het gebied van volkshuisvesting. De corporatie wil niet meewerken, het is toch allemaal redelijk. Bij wie kan ik nou terecht? Want ik heb geen mogelijkheid om het uiteindelijk uit te vechten. En daar ontstond de stelling van, nou, dan moet je je melden bij de minister. En dan, want die gaat over het toezicht op de corporatie. Dat was dus niet adequaat geregeld hoe je dat moest aanpakken. Mm-hmm. Anderen vonden dat je dat via de minister van Binnenlandse Zaken moest doen, omdat er een duidelijker lijn zou moeten komen over de positie van de gemeente ten opzichte van de corporatie. Dus inderdaad, dat was niet goed geregeld. En het is inderdaad zo dat ik weet dat bestuurders van gemeenten bijvoorbeeld, maar ook anders gebeurde wel, een corporatiebestuurder die vond dat zijn gemeente niet wilde meewerken, dat ze dan naar de minister gingen en dat op basis daarvan wel eens een interventie plaatsvond. Maar of het hele toezicht op het piepsysteem werkte, ik heb begrepen dat dat hier gezegd is. Heb ik niet zo ervaren dat het hele toezicht op het piepsysteem werkt. Het toezicht op de corporaties was beperkt, ook gezien de menskracht. En dat wist u wel? Ja, want wat wij wisten was dat de minister probeerde en gaf ons ook elk jaar een overzicht van de bevindingen. Maar je kreeg nooit een overzicht van elke individuele corporatie. En dan kan je uit de conclusie trekken dat ze niet allemaal individueel op die manier werden getoetst. Tegelijkertijd, er was wel het spannende hierin, dat corporaties wel elk jaar een oordeelsbrief kregen, individuele corporaties. Zodat je op zijn minst ook wel de indruk kreeg dat er naar elk jaarverslag en elke ding zorgvuldig was gekeken. Daar zit natuurlijk wel een zekere spanning. Maar 8-11 blijkt dat dat dus heel beperkt was, die oordeelsbrieven. Ik denk dat een deel want daar heb ik geen harde feiten voor, maar je kunt dat een beetje concluderen aan de hand van het voorbeeld wat ik geef. Dat het ene jaar men vooral lette op een bepaald aspect, dat daar die verslagen op nakeken of daaraan was voldaan, en het andere jaar weer een ander aspect halen. Dat kon je wel zo'n beetje uit die brieven halen. Ja, je ziet in de periode tussen 2008 tot 2010 dat minister Van der Laan die oordeelsbrieven gaat uitbesteden aan het Sint-Elf-fonds. En dan krijg je dus twee jaar lang de situatie dat je wel gegevens krijgt over individuele corporaties. Was u daar blij mee dat u toen wel meer specifieke informatie kreeg van woningcorporaties? Ja, dat is één kant. Blij dat je meer kennis krijgt van de specifieke toestand van individuele corporaties. Anderzins ben je niet in staat als Kamerlid met het dossier wonen en soms nog een aantal meerdere dossiers om al die elementen ook één op één op al zijn merites te beoordelen en daar een opvatting over te delibereren. Dat is volslagen onmogelijk. Dus ook in dat opzicht moet je naar een bepaalde hoofdlijn kijken of je moet je richten op incidenten of toetsen. En als je bijvoorbeeld op werkbezoek ging naar een bepaalde regio of zo, dan probeerde je die informatie wel mee te nemen en te toetsen. Ja, dus want wat deed u met die informatie? Dit dus? Ja, dit. En als het meer generiek was, ook wel in algemeen overleg met de minister vragen hoe zich dat zaken ontwikkelden en wat men daaraan deed. En soms probeerde je ook door middel van de Kameruitspraak te kijken van moet je niet dit of dat tot een meer aandacht te brengen. Ja, maar je krijgt in ieder geval eindelijk meer zicht op het functioneren van individuele corporaties. Ja, dat is zo, maar er zit natuurlijk wel een lastig element in, omdat elke corporatie opereert mede onder de lijn van de lokale omstandigheden die je dan ook weer niet allemaal kent. Natuurlijk, maar dat geeft inzicht. Ja, ja. Alleen dan zien we in 2011, dan is minister Donner aan het bewind, dan wordt dat weer teruggedraaid, die rol van het CFV. En dan valt die informatie stel weer weg. Weten we waarom dat gebeurde? Nee. En wat vond u daar nou van?
Het is heel lastig om, die vraag te beantwoorden, omdat ik niet precies weet langs welke lijn wij toen daarop gereageerd hebben. Maar als je dan vraag ik toch even in uw geheugen te graven. Ja, nee, maar ik zal even de lijn leggen met een ander dossier. Minister Donner was sterk van mening dat hij als verantwoordelijke minister voor volkshuisvesting ook ook de verantwoordelijkheid op de dossiers moest nemen. En ik ga er dan ook vanuit dat dat een van de redenen was waarom hij vond dat BZK weer een wat grotere greep op dat traject moest krijgen. Ik stel vast dat wij gegevens zoals die van het Centraal Fonds kregen, dat wij daar heel blij mee waren. Ik ben uiteraard in 2012 heb ik de Kamer verlaten en heb dus niet meer een uitgebreide ervaring hoe het daarna met de rapporten gingen die vanaf 2011-2012 naar ons toe. Maar u hebt niet minister Donner aangesproken van wat waar net zo blij met die informatie, wat doet u nu? Nee, dat kan ik mij, nee, ik kan daar wel nee op zeggen, nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Want heeft de Kamer jarenlang voor geijverd, meer inzicht in wat woningcorporaties presteren. Ja. Dan komen er eindelijk wat meer onderbouwde oordeelsbrieven. Dan de minister Donner weer terug. Ik heb daar geen adequaat antwoord op. Het ligt toch voor de hand om daar dan vragen te stellen. Gelijk in, dat is ook zo. Maar het ligt voor de hand. Maar ik kan nu niet meer terughalen waarom ik dat eigenlijk toen niet gedaan heb. Ja. Nog even weer terug naar minister Dekker en haar voornemens om te komen tot een nieuw arrangement. En u zegt, ja, nou, daar zaten ook wel aanzetten in om woningcorporaties meer aan te sturen, prestaties. Maar tegelijk zegt u in een debat... in een debat eind 2005, dat u al het nodige wil doen om de regelgeving voor woningcorporaties verder terug te dringen. Hoe moeten we dat met elkaar rijmen? Dat heeft alles te maken met het feit dat ik op dat ogenblik nog niet toe was aan het versterken, aantrekken van de greep op de corporaties. Ik van mening was dat die corporaties in hun kansen en ontwikkelingen de ruimte moesten hebben dat zij als ondernemingen, want dat waren het natuurlijk toch, hoe je het of went of keert, weliswaar maatschappelijke ondernemingen of ondernemingen met een maatschappelijke taak, dat ze ook de ruimte moesten hebben om zichzelf te ontwikkelen, dat ze elkaar er ook op moesten aanspreken. Dus daar was ik het mee eens met die lijn. Het tweede deel van het verhaal, maar ik val geloof ik nu wel in herhalingen, was dat je op een aantal terreinen waarvan je zag dat ze toch niet goed gingen, dat je daar aandrong om, probeer daar nou eens wat scherper in te opereren. Als minister ook in de richting van, kunnen we daar geen afspraken over? Scherper opereren, dat is toch iets heel anders dan zoveel mogelijk verder terugdringen van regelgeving waar het nu... Ja, waartoe oproept, en om precies te zijn, dat was het hoofdlijnendebat van 29 juni 2005. We zaten in die tijd in de discussie dat we de regelgeving en de administratieve lastendruk wilden terugdringen. Dat was een breder maatschappelijk thema, niet alleen voor de corporatiesector. Daar speelde dit traject ook mee. In hoeverre moet je nou voortdurend de sector weer met nieuwe regels belasten. Is dat de oplossing en de panacee voor alle kwalen? Ik denk het overigens niet, maar dat was een van de lijnen in de discussie. De tweede lijn was, hoe kan je binnen dat kader, binnen die afspraken, toch ervoor zorgen dat er een aantal zaken wel worden geregeld? Dat hoeft helemaal niet in tegenspraak met elkaar te zijn. Want je ziet heel vaak dat je bijvoorbeeld, nou, ik bedenk iets, we hebben dat toen niet aan de orde gesteld, maar dat zou kunnen, in een convenant wel afspraken maakt van, maar dan blijven jullie wel aan die en die dingen aandacht besteden. Convenant, dat is zelf. Dat had de mogelijkheid kunnen zijn. Daar is sprake van zelfsturing, maar tegelijkertijd zorg je ervoor dat je met de overheid tot een aantal thema's komt waar je wel afspraken over maakt. Was het eens met de heer Van Leeuwen dat het BBSH dat best, als het hebt over het uitingen van regelgeving, dat het best op 2 A4'tjes kon? Nou, ik heb regelmatig gezegd dat het BBSH, wat mij betreft, eigenlijk in een wettelijk kader zou moeten worden gepast. En dat het BBSH eigenlijk een sturingsinstrument is, wat niet helemaal wat ik graag vervangen zou hebben gezien door een aantal afspraken in wetgeving. Mm-hmm. Meneer Mulder, aanvullen. Het was 1 A4'tje, collega Roet. Ja.
nog even op dit voorgaande punt door. De heer Van Leeuwen zei hier dat hij het BBSH wilde terugbrengen tot 1 A4'tje. U heeft, en dat zei collega Groot ook al, in een debat op 29 juni 2005 gezegd dat de regelgeving voor corporatie tot het uiterste moet worden teruggedrongen. Dat klinkt als, of dat zou kunnen klinken, als het moet naar 1 A4'tje. Was u het dan eens met de heer Van Leeuwen? Nee, want ik zei dat ik heb het nooit over 1 A4'tje gehad of anderszins. Ik heb altijd voor gepleit, zouden we dat BBSH niet gewoon moeten afschaffen en dat in wettelijke regel neerleggen. En dan niet een wettelijke regel van 1 A4'tje, neem ik aan? Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dat mogelijk is. Dus u was het op dat punt met de heer Van Leeuwen oneens? Ja, als hij die uitspraak op die manier gedaan heeft tot 1 A4'tje, dan zeg ik op die manier en de strekking? Ja, ik heb al gezegd wat mijn positie was. Wat mij betreft konden we het BBSH, had ik liever gezien, dat in wet en regelgeving, in wetgeving zou worden neergelegd. Mm-hmm. Ik verwijs naar het debat over de herzieningswet. Daar heb ik precies hetzelfde gezegd. Ik geloof dat daar 34 algemene maatregelen van bestuur werden aangekondigd. En die binnenkort gaan verschijnen, geloof ik. En daarvan heb ik gezegd, waarom vervang je dat niet door een aantal heldere wettelijke regels? Ik vraag het toch heel precies, waar zouden dat dan veel of weinig wettelijke regels moeten zijn? Dat moeten weinig, of althans, dat moeten passende wettelijke regels zijn. Dus het gaat erom, als je de administratieve lasten wil terugdringen, dat heb ik zojuist ook gezegd. En is passend, is en dat als dan je weinig in uw ogen? Ik vind dat u de vraag wat omzeilt. Oh, dat kan. Ja. Maar dat is niet in mijn bedoeling. Moet het dan een grote wet zijn of een kleine wet? Ik wil een passende wet. Een passende wet? Ja. En over de omvang doet u geen uitspraak? Nee. Dus het zou kunnen dat dat hetzelfde is als de heer Van Leeuwen, een kleine wet. Dat zou ik leg een relatie met hetgeen wat ik zojuist heb gezegd. Namelijk dat ik van mening was dat je wet en regelgeving moet terugdringen. Dat de overmaat aan administratieve lastendruk moet worden teruggedrongen. Dat was het beeld wat er in die tijd bij ons bestond. En daar probeerden we werk van te maken. En dat betekent dat ik ook heb gezegd, los van die discussie, want daar was ik al voor over begonnen, dat BBSH, dat lijkt mij langzamerhand wel een heel groot waterhoofd bij de woningwet, zullen we dat niet in een aantal wettelijke regels vatten. En ik heb mij nooit verdiept in de vraag of dat wettelijke regels van 1 A4'tje of 2 A4'tjes moeten zijn. Dat is een discussie van anderen. Ik vind dat je in de wet moet opnemen datgene wat noodzakelijk is. Dan zegt u dat u een lastig debat had met minister Dekker. Want eigenlijk zegt u, zelfregulering past wel bij het denken van het CDA. We hadden nog de maatschappelijke onderneming. Maar zelf ziet u die problemen in die periode. U zegt lastig. Zat u zelf lastig dat u twijfelde over wat de goede koers was? Ik merk dat in de periode 2006-2008... door de discussie in de fractie ook en door de discussie die het land, het veld, de sector met ons voert, dat er in toenemende mate de vraag komt van moet je niet toch met strakkere regels komen en moet je niet toch nadenken over de vraag of die zelfregulering en verregaande zelfregulering, of dat wel een adequate manier is. En dan zegt u een breuklijn tussen 2006 en 2008. Wat is voor u het moment van de omslag dat u zegt, die zelfregulering op deze manier, dat gaat niet meer? Dat kan ik u niet precies aangeven. Wat ik vaststel is dat daar waar er in het land discussies ontstonden over prestaties en prestatieafspraken met corporaties en gemeenten die niet tot stand kwamen, projecten die mislukten, toenemende, toch wel een groeiend aantal incidenten, dat met elkaar leidde tot de overtuiging wij moeten toch een slag gaan maken. En ook het feit dat de punten die ik zojuist noemde, als visitatie, governance en dergelijke, eigenlijk niet die ontwikkeling kregen die wij wilden, die droegen bij dat wij zeiden je moet dat strakker doen. Weet u wat het risico is als je een enquête houdt over problemen? Dat mensen, en dat bent u vast niet, maar anderen zeggen van ja, ik had het eigenlijk al vooraf gezien. Ja, hebt u mij niet horen zeggen? Nee, dat heb ik ook u niet horen zeggen. Meneer Groot, u vervolgt. Ja. Even in het volgen, we kunnen in ieder geval denk ik wel vaststellen dat die omslag in 2005 nog niet was. Hè, want daarin pleit u voor om de regelgeving tot het uiterste minimum terug te brengen. En dat is toch niet, daar blijkt toch niet een grote bezorgdheid in de zin van, er moet dus ingegrepen worden, er moeten dus de teugels aangetrokken worden.
Ja, ik weet niet of je het een met het ander kunt vergelijken. Of het hebben van grote bezorgdheid ook onmiddellijk moet leiden tot een berg aan regelgeving. Ik weet niet of die twee dingen synchroon lopen. Nu zitten we met iets anders dan de regelgeving tot het uiterste minimum terugbrengen. Dat zijn letterlijke woorden. Je moet de passende set maatregelen hebben om ervoor te kunnen zorgen... dat zo'n corporatie ook adequaat en de sector adequaat kan opereren. Passend is het uiterste, zelfs als het uiterste minimum. Als dat uw interpretatie van passend is, dan is dat zo. Dat is uw interpretatie. Nee, dat zeg je, dat is niet mijn interpretatie. U zegt in 2005 in de Kamer, de regelgeving moet tot het uiterste minimum worden teruggebracht. Dat interpreteert u anno 2014 als passende regelgeving. Ja, dat vond ik toen ook. Ja, dus dat is uw interpretatie, niet de mijne. Nee, maar wat is het uiterste minimum? Dat is een aantal passende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat die sector op een adequate manier functioneert. En dan kun je erover twisten of dat, zeg ik het maar even in mijn woorden, 80 artikelen moeten zijn of 60. Daar kun je over twisten, maar waar het voor ons vooral om ging, is het terugdringen van wet en regelgeving en de administratieve lastendruk in brede zin. Niet alleen bij de sector, ook op andere terreinen, dus ook bij de sector. Maar dat was bedoeld om de sector de ruimte te geven om te ondernemen. Dat was de context van het debat. Het was de sector om de ruimte te geven om dat te doen waarvoor ze in het leven waren geroepen. Dat is een mooi bruggetje naar de nevenactiviteiten. Tijdens de krachtwijkenaanpak werd het de corporaties toegestaan om een breder takenpakket uit te voeren. En nevenactiviteiten die voor 2007 niet werden toegestaan, die mochten daarna wel. En in een algemeen overleg zegt u dat naast fysieke maatregelen dat u ook ruimte wil geven aan meer sociale bestemmingen zoals de zorg voor werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in de wijk. Daaruit mogen we opmaken dat die uitbreiding van het taakveld, uitbreiding van de nevenactiviteiten, dat goed aansluit bij uw opvattingen. Als het gaat om het versterken van de wijken, en dat was het thema waar we over spraken, dan was er sprake van versterking van het onderwijs in de wijken, versterking van werkgelegenheid in de wijken, versterking van de leefbaarheid in de wijken. En de CDA-fractie vond dat een corporatie meer zou kunnen doen dan alleen zorgen voor huisvesting in die wijk. Als een corporatie zou investeren in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed, waardoor er een dokterspost in de wijk mogelijk was. Realiseren van maatschappelijk vastgoed, waardoor er een brede school in de wijk zou kunnen. Investeren in maatschappelijk vastgoed, waardoor bepaalde ondernemingen daar een plek zouden kunnen krijgen en de werkgelegenheid zou worden gestimuleerd. Dan had dat de instemming van de CDA-fractie. Ja. En als woningcorporaties dan activiteiten ontplooien in Oost-Europa, Zuid-Afrika of de Antillen? Er waren over het algemeen waren dat geen grootschalige volkshuisvestingactiviteiten. Dat was een vorm van ontwikkelingshulp. Waarbij corporaties in Nederland, maar ook de brancheorganisatie, of een door de corporaties opgerichte samenwerkingsverband ervoor zorgde dat achterstanden op het gebied van volkshuisvesting in die gebieden een impuls kregen om dat op te lossen. Dat vond ik ook goed dat woningcorporaties zich daarmee bezig hielden, want u hebt ook daar de beperkte opmerkingen schaal over gemaakt dat te veel werd beknot. De beperkte schaal waarop dat gebeurde leidde niet tot grootschalige uitgaven van de corporaties, maar hadden wel een groot effect. En als ik mij bijvoorbeeld beperk tot het Caribisch gebied, daar kon je dat ook op bepaalde plaatsen ook gewoon concreet waarnemen. Mm-hmm. Minister Van der Laan die stuurt op 24 juli, na het aftreden van mevrouw Vogelaar, die stuurt op 24 juli 2009 een brief naar de Kamer met een overzicht van een aantal nevenactiviteiten die woningcorporaties in het verleden zijn toegestaan, dan wel afgekeurd. Daar gaat een brief over naar de Kamer. Was u verbaasd over de voorbeelden die daar werden beschreven? Ik kan mij, om u de waarheid te zeggen, niet precies herinneren welke voorbeelden in die specifieke brief zijn beschreven. Het ging bijvoorbeeld om een hotel, over een museum, over ziekenhuizen. Ja, dat punt. Ja, daar was ik verbaasd over. Daar was u verbaasd over, dat er blijkbaar veel meer kon dan u zelf ook vermoedde. Ja. Ja.
Was die uitbreiding van de nevenactiviteiten die de facto had plaatsgevonden, was dat in uw opvatting voldoende gelegitimeerd door de Tweede Kamer? Nee, in die zin, jawel, ik moet het antwoord goed zorgvuldig formuleren. Dat er sprake zou zijn van nevenactiviteiten in het kader van de wijkenaanpak, dat was natuurlijk met de Kamer wel gewisseld. Want ik heb u straks al een aantal voorbeelden gegeven waarvan wij vonden dat dat zou moeten kunnen in het kader van de wijkaanpak. Dat ging in de schaal zoals u nu beschrijft en de voorbeelden die u noemt, dat was niet met de Kamer gewisseld. Het heeft ook geleid tot een behoorlijke Kamerdiscussie, ook meerdere keren daarna en ook met de minister over, en ook al met de vorige minister trouwens, over dochters, verre dochters en de verbindingen enzovoort. Waarbij met name de lijn van de Kamer, zeker een meerderheid, was geen verre dochters. Hè. Je gaat dus niet als corporatie aandeelhouder worden van een asfaltfabriek, omdat je toevallig in je wijk ook asfalt moet leggen, dat soort zaken. Want dat zou in het traject van de discussie over verre dochters mogelijk zijn. Maar je moet je beperken tot de dicht bij jouw kerntaak liggende doelen. En die heb ik zojuist omschreven. U zegt dus debat over geweest, maar die brief is naar de Kamer gestuurd en die is verder voor kennisgeving aangenomen. Zeker, maar we hebben in... Ook bij u. We hebben bij andere gelegenheden wel degelijk debatten gevoerd over wat corporaties nou moeten doen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het voorbeeld van het bouwen van een tunnel in een bepaalde wijk met een bepaalde investering. Of dat nou de taak van de corporatie was. Dat soort voorbeelden hebben we wel degelijk gewisseld. Dan gaan we even terug naar de periode van mevrouw Vogelaar. En mevrouw Vogelaar stelt op een moment de stuurgroep Meijerink in. En dat was een commissie waarin vertegenwoordigers zitten van het ministerie van WWI en Edes. En die commissie die moest de minister adviseren over een nieuw toezichtsarrangement. Hebt u erop aangedrongen om... Eigenlijk is dat de zoveelste commissie die weer komt, terwijl er allerlei adviezen al liggen. Hebt u niet opgemerkt van waar moet er nou weer zo'n commissie komen en moet het wiel weer opnieuw worden uitgevonden? Die opmerking heb ik zo specifiek niet gemaakt, nee. Maar was u verbaasd dat er weer een nieuwe commissie werd ingesteld die weer opnieuw een toezichtsarrangement moest gaan ontwerpen? Was je verbaasd? Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat de opdracht aan de betreffende commissie, paste in de discussie die de minister in brede zin voerde. En ik de indruk had dat het meer nodig was om ook met de partners waar zij te maken had tot een oplossing te komen, dan dat het nou meteen een toevoeging was aan nieuwe besluitvorming. Ja, dus het was onderdeel van de onderhandelingen ook over de wijkenaanpak. Zo is het bij mij wel overgekomen, ja. Die opdracht, ja. Dat zou dan de opmerking van de molen ondersteunen dat de gedeeld is tussen de wijken aanpakken en het toezicht. Dat sluit ik helemaal niet uit, maar ik weet niet of het zo adequaat gedeeld is. Maar laten we nou, los van de vraag of het er gedeeld is, vaststellen dat in alle afspraken die er werden gemaakt in de afgelopen jaren natuurlijk toch sprake was van een kwestie van geven en nemen. Je probeert tot een oplossing of tot een akkoord te komen. En daarbij hebben partijen bepaalde wensen en willen zij graag dat die wensen worden gehonoreerd. En in dat spanningsveld zal je ongetwijfeld als bewindspersoon, ik ben dat nooit geweest, maar ik ga er maar even vanuit dat het zo werkt, zeggen van ja, ik moet op dat punt die slag even maken, want dan kan ik op een andere punt weer iets binnenhalen. Mm-hmm. Zo speelt dat natuurlijk vaak op dat soort terreinen. Maar wat vindt u dan van zo'n aanpak? Want het wordt al heel lang gewacht op een nieuwe woonwet, op een nieuw toezichtsarrangement. En nu wordt dat weer in onderhandelingen met de brancheorganisatie gebracht. Ja. In brede zin kan je zeggen dat ik zeer ontevreden ben geweest in die jaren dat die woningwet die woningwet er alsmaar niet kwam. Dat daar allerlei redenen waren waarom we daar steeds in de vertraging zaten. Dus in dat opzicht stoort dat proces wel degelijk de wens om zo snel mogelijk tot een latere herzieningswet te komen. Ja, maar wat hebt u eraan gedaan om dat proces dan te versnellen? Wij hebben daar bij de minister meerdere keren op aangedrongen om dat te doen. We hebben een motie in de Kamer ingediend die ook aangenomen is om nou, ik meen dat dat was,
ergens in 2008 met die concrete wettelijke aanpak te komen. We hebben geprobeerd om bouwstenen aan te dragen door op deelaspecten, maar daar heb ik straks al op ingegaan, te vragen om daar toch tot afspraken te komen. Ik stel vast dat we er niet in geslaagd zijn om in die jaren tot een zodanige meerderheid te komen dat we ook snel en adequaat die wet tot stand konden brengen. Mm-hmm. Wat vond u ervan het voorstel in de commissie Meijer-Enk dat de bestuurders van het nieuwe te vormen toezichtsorgaan, dat die worden voorgedragen door de sector zelf? Dat vond ik om meer dan één reden geen goed voorstel. Geen goed voorstel. Nee. Ja. En ik vind namelijk ik heb namelijk zelf bepleit om, als je dan toch tot zo'n toezichtsorgaan zou komen, dat je dat dan breder zou moeten trekken. Niet alleen naar die sector moeten kijken, maar dat je dan zou moeten zeggen van, kijk, kunnen we dat niet naar meerdere maatschappelijke sectoren kijken waar feitelijk vergelijkbare problemen zich voordoen. Probeer dan tot één orgaan te komen waarin je dat probleem op die manier oplost. En dan moet je niet vanuit één deskundigheid dat natuurlijk vullen. Minister Van der Laan, die volgt dan mevrouw Vogelaar op, die vindt het ook geen goed idee. En die verwijst dat deel van het voorstel naar de prullenbak. En die komt met het voorstel voor een echt onafhankelijke woonautoriteit. En hij komt ook met een ontwerpherzieningswet. En in het debat dat daarover plaatsvindt, dan blijkt dat u zich daarin goed kan vinden. Klopt dat? Dat klopt. En nam u daar niet mee in feite dus ook afstand van eerdere opvattingen over zelfregulering? Dat klopt. Dat klopt. Dan zien we vervolgens dat minister Donner, die na minister Van der Laan komt, dat die de ontwerptekst van die herzieningswet weer aanpast. Ja, eigenlijk die woonautoriteit weer terugneemt en weer een grote nadruk legt op het interne toezicht. Nou, minister Donner haalt de woonautoriteit uit het wetsvoorstel. Omdat dat hij brengt weer bij het ministerie onder. Omdat hij van mening is dat hij als... En hij benadrukt het grote belang van het interne toezicht. Ja, hij legt dat bij de minister neer, omdat hij van mening is dat hij als vanuit zijn grondwettelijke opdrachten dat moet doen. En dat een autoriteit dat niet kan doen. Dus het volksgezetelijk toezicht moet bij de minister komen. En hij onderstreept het belang van het intern toezicht. Maar daar zit geen tegenstelling in. Want het intern toezicht en de versterker daarvan, dat is tot op de dag van vandaag een permanente discussie. Ja, maar de onafhankelijke woonautoriteit, die sneuvelt. Maar ook bij de heer Donner. Ja. En vervolgens stemt u ook daarmee in. Nou, dat dus is eerst bent u het eens met de woonautoriteit van de heer Van der Laan. Nee, dat is uiteindelijk zo. En vervolgens bent u ook eens met de woonautoriteit van meneer Donner. Nee, u hebt gelijk dat uiteindelijk in het coalitieverband en in de afspraken die met minister Donner zijn gemaakt, wij op dat punt, en wij bedoel ik de fractie, het feit van de volkshuisvestingautoriteit waar wij lang voor hebben gepleit, hebben verloren. Ja, dat is correct. Ja. Ja. En ook het beeld en geluid dat de heer Donner erbij geeft is toch ook weer het geluid van meer zelfregulering, meer overlaten aan de sector zelf. Dat is een beeld wat ik er niet bij heb. Er zijn twee dingen. Ook bij de volkshuisvestingsautoriteit moet je het interne toezicht op de corporaties versterken. Dat probeerde ik net al duidelijk te maken. Het interne toezicht op de corporatie moet goed zijn, moet adequaat zijn, efficiënt zijn en door deskundige mensen worden uitgeoefend. Dat was toen zo, dat is nu zo en dat was ook in dat spanningsveld was dat zo. Dus daar zit geen tegenstelling in mijn optiek. Wat minister Donner wel, en daar zit wel een duidelijke breuk in, is dat de volkshuisvestingsautoriteit die zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht en dergelijke zou moeten doen. En daar verwijs ik naar het voorstel van minister Van der Laan, dat hij daar een keerpunt heeft gemaakt en dat wij op dat punt hem hebben gevolgd. En dat was uiteindelijk een punt waar ik dus inderdaad niet heb bereikt wat ik wilde bereiken. En hebt u daar nog met de heer Donner over gesproken? Ik heb de heer Donner uiteraard gevraagd waarom hij nu deze beweging maakte, omdat ik argument had om het anders te doen. En wat brengt het dan uiteindelijk om hiermee akkoord te gaan? Want u kunt toch als Kamerwoordvoerder best uw tanden laten zien, lijkt zeker mij. Maar je moet ook rekening houden met de afspraken die in coalitieverband en binnen de eigen fractie met de coalitie zijn gemaakt. Daar moet je ook rekening mee houden.
Dat is het kenmerk van het zitten in de Kamer en het werken met wisselende meerderheden. Dat je zo nu en dan ook moet terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Ja. Kijk even naar de nul. Ja, ik heb nog een vraag over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. We hebben daar vorige week, ik weet niet of je ervoor hebt gehoord, nee, uitgebreid over gesproken. Een belangrijk instituut. En wij zouden veronderstellen dat de Kamerleden precies weten hoe dat Waarborgfonds werkt. En dan zien we een vraag, en ik heb die schriftelijke vraag van u en uw collega De Pla over het Waarborgfonds. Want wat gebeurt er bij het Waarborgfonds? Daar wordt op 1 juli 2007 wordt er op een andere manier geborgd, met een zogeheten faciliteringsvolume in het jargon. En u stelt daar anderhalf jaar later de vraag over van, is dat gebeurd? Daaruit zou onze commissie kunnen afleiden dat de Kamer niet precies op de hoogte is van de werking van het Waarborgfonds. Klopt dat? Dat klopt. Het klopt dat ik niet op dat moment in het jaar waarin dat gebeurde wist dat men dat gedaan had. En dat ik daar in een later stadium mee geconfronteerd ben. En dat daar die Kamervragen over zijn gesteld. Is dat niet verbazingwekkend dat u dat niet wist of had kunnen weten of had moeten weten? Ik wist het niet. Nee. En als u zich daarover verbaast, dan respecteer ik dat. Maar ik wist het dus gewoon niet. Dat is concreet. We hebben daar niet met elkaar over van gedachten gewisseld. En ik weet ook niet of wij daar adequaat een brief over hebben gekregen. Dat weet ik niet. Daar ben ik mij niet bewust. Maar dat zal ongetwijfeld. Maar die is niet opgepakt. En een aantal jaar en anderhalf jaar later, denk ik zelfs, werden wij geconfronteerd met vragen op dat punt. Mm-hmm. En hebben wij die vragen daarover gesteld. Ja. Ja, dank. Dank, meneer Groot. We hebben toch nog redelijk wat vragen, meneer Van Bokhoven. Dus het is denk ik verstandig om even de vergadering te schorsen. En dat doe ik voor 10 minuten. Ja.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te leiden. Heren van de politie daarboven, mag ik u bedanken even tussendoor voor uw inzet hier. U moet de hele dag alles volgen. Wij waarderen dat zeer, ja? Zo, ik heropen de vergadering. Noodzakelijke stop even gedaan. Wij gaan door, meneer Van Bochhoven. Het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Van Bochhoven, ik wil het met u hebben over woningcorporatie Rantree in Deventer. Want deze corporatie die nodigde regelmatig Kamerleden uit. Ook de vaste Kamercommissie is daar een keer op werkbezoek geweest in september 2008. En ik heb ook begrepen dat u adoptievader bent van de Rivierenwijk, een wijk in Deventer waar de corporatie ook actief is. Mijn eerste vraag is, wat viel u op tijdens dat werkbezoek? Ik moet u corrigeren, ik heb niets met adoptie van die betreffende wijk te maken. Dus dat aspect klopt niet. Die feit klopt niet, dan halen we die weg. Blijft mijn vraag staan wat u vond of wat u opviel tijdens uw werkbezoek? Wat mij opviel tijdens het werkbezoek is dat er sprake was van een ambitieus plan. Met een corporatie die voortvarend aan de slag wilde met steun van het Rijk, een enthousiaste minister, de gemeentebestuur en met eigen mogelijkheden. Dus inzet van eigen middelen. Men wilde van de rivierenbuurt iets maken en men had daar ook met bewoners, met een actief groep bewoners, had men daar ook regelmatig contact, afspraken mee en dergelijke. Dat viel op. En besprak u tijdens dat werkbezoek ook het project de Amstellaan, die verdieping van die weg? Dat project is aan de orde geweest, ja, in het gesprek, ja. En hoe is dat aan de orde geweest? Nou, dat oplossing van dat knelpunt, namelijk daar een tunnel in leggen, dat een aanmerkelijke versterking van het leefklimaat zou geven en een aanmerkelijke versterking van de wijk. Gisteren hadden wij hier uw oud-collega meneer Jansen. En die vertelde over datzelfde werkbezoek dat hij vooral verbaasd en kritisch was. Was u dat ook? Ik geloof dat een natuurlijke houding van een volksvertegenwoordiger is als die op werkbezoek gaat. Ja, en wat was dan uw verbazing en de kritiek die u had? Nou, de verbazing die ik had was het feit dat men een zo grootschalig infrastructureel project in dit hele plan had ingepast. Maar het maakte het plan wel beter, dat zeg ik er ook onmiddellijk bij. En twee, dat levert ook meteen de kritische vragen op. Van hoe doe je dat, waar doe je dat, waarom financier je dat, heeft dat instemming van alle partijen, et cetera, et cetera. Dat heeft u ook gesteld tijdens het werkbezoek, die vragen? Ja, die vragen zijn in het werkbezoek in brede zin aan de orde geweest. Er zijn meer Kamerleden die kritische vragen hebben gesteld. In brede zin, meneer Van Bochhoven. Maar heeft u die vraag ook gesteld? Dat weet ik niet of ik nou precies elke vraag die ik gesteld heb van dat werkbezoek kan ik me niet meer herinneren. U vraagt mij naar mijn algemene beeld en aan de hand daarvan heb ik ook vragen gesteld. Maar u moet mij niet kwalijk nemen dat ik zoveel jaar na dato niet precies meer weet welke vraag ik nou op dat punt op welk moment gesteld heb. Maar u was wel verbaasd en kritisch tijdens dat werkbezoek? Het was verbazingwekkend dat die tunnel onderdeel uitmaakte van het project. Maar ik zeg er onmiddellijk bij, het maakte het project wel beter. Ik vat dat op als een ja. En u bevestigt dat? Ik weet niet wat voor gebaar dat is. Ik geloof dat ik dat gezegd heb, maar als u dat nog een keer een ja wil horen, wil ik dat graag bevestigen. Nogmaals, het was verbazingwekkend dat het erin zat, maar het maakte het plan aanmerkelijk beter. Een jaar na dit werkbezoek werd in de Kamer steeds meer gesproken over welke activiteiten een corporatie wel en welke zij niet behoren te doen. Is het project de Amstellaan naar uw idee een project wat een corporatie hoort te doen? Het is wel degelijk een project waar je vraagtekens bij kan stellen of de corporatie een dergelijk project moet financieren. Maar in mijn beleving was het niet zo dat de corporatie alleen dat project financierde. Het was een samenspraak van gemeente in ieder geval, van de corporatie, van het Rijk, die daar alle drie vanuit hun eigen middelen geld in investeerde. Ik weet niet of de provincie daar nog bij betrokken was, maar ieder van die partijen investeerde geld in dat project. Het maakte het project compleet,
Maar je kunt over het feit dat een corporatie in infrastructurele maatregelen investeert, kun je vraagtekens plaatsen. Ja. En nu specifiek naar het project Amsterdam van Rentree. Daarvan zegt u dus, u vond dat passend voor Rentree om die taak op zich te nemen? Binnen het traject paste binnen de aanpak van de wijk paste dat project. Er waren heldere afspraken gemaakt tussen alle partijen die daarbij betrokken waren. En ik ben altijd uitgegaan in de beoordeling van of er inderdaad sprake was van heldere afspraken over wie neemt wat voor zijn rekening en wie draagt wat bij. In dit geval waren er heldere afspraken over, mede ook gesteund door de minister die zei van dit is een goede aanpak om dit probleem op te lossen. Je kunt vraagtekens bijstellen of je in infrastructuur moet investeren. Maar het plan, nogmaals, dat is een belangrijke afwegingscriteria. Het plan, daar paste het wel in. Ja, u zegt twee dingen. U kunt er vraagtekens bij stellen, zegt u. Aan de andere kant past het wel. Ik zou graag een helder antwoord willen hebben. Vond u als Kamerlid, die wijk ook bezoekend, het project ook ter sprake is gekomen tijdens die bezoeken, vond u dat project nu passen bij Rentree of niet? Het paste in het totale plan en de plan was een onderdeel niet specifiek van Rentree. Het waren meerdere partijen die bij dat plan waren betrokken. Rentree investeerde daar ook in en de uitvoering van dat plan heb ik niet aan ter discussie gesteld. Dus als u zegt, past dat? Ja, het paste in het plan, maar het was niet een plan dat specifiek en alleen door Rentree werd gefinancierd. Dat nuanceer ik in uw vraagstelling. Ja, maar mijn vraag is of u vond dat dat passend was, dat Rentree die taak op zich nam. Die verdeling is bij ons bekend, we hebben uitvoerig naar deze casus gekeken. En ik ben benieuwd naar uw mening, uw standpunt die u had. En of u vond dat dat hoorde bij Rentree? Ik gaf al aan dat ik passend vond dat Rentree in dat totale project, in de hele wijk aanpak, dat totale project investeerde. Over de corporatie Rentree heeft u samen met uw collega Van Heijem in januari 2009 schriftelijke vragen gesteld. En dat ging over het bericht dat Rentree overging tot een versoberde inzet in de Rivierenwijk. En het gevolg daarvan, of het was een gevolg van de kredietcrisis. En deze vraag ging over het feit dus dat Rentree minder ging doen in de Rivierenwijk. En mijn vraag is, vond u dat geen goed idee, dat ze minder gingen presteren in de Rivierenwijk? Als je als corporatie een aantal afspraken maakt met het oogmerk om gedurende 10 jaar in wijkaanpak te investeren en de relatie met de burgers op dat punt niet wil frustreren, juist daarom kozen wij die 10 jaar aanpak, om niet voortdurend geconfronteerd te worden met het feit dat burgers zeiden van ja, je start een project en halverwege stop je weer. En dat gebeurde hier. Om die reden hebben wij die vragen gesteld. Van waarom gebeurt dit? Waarom stopt men met een deel van dit project? Waarom gaat men minder investeren? Wij wilden gewoon weten wat de relatie was tussen het verwachtingspatroon wat bestond en de feitelijkheid die door de maatregelen zou ontstaan. En als ik u goed beluister, dan zegt u ermee, die vragen zijn dus ook gesteld met het doel van natuurlijk helderheid krijgen, maar toch ook wel dat u vond dat Rentree niet minder moest gaan doen. In ieder geval moet je, als je heldere afspraken maakt, die afspraken nakomen. Dat is een belangrijk aspect. Dat was in het hele wijkaanpak een belangrijk aspect. Kom je afspraken na, want daar hoor je ook overal op werkbezoeken juist die burgers zeggen van ja, we hebben afspraken, maar als ze nou maar ook worden uitgevoerd. Nou, als je je geloofwaardigheid in stand wil houden, moet je die afspraken uitvoeren. Dat gebeurde hier niet en daar wilden wij duidelijkheid over hebben. Ja. Worden die afspraken nagekomen en zo niet, waarom niet? Ja, maar had u dus ook het doel met uw vragen ook om te bereiken dat Rentree onverkort door zou gaan met haar oorspronkelijke plannen? We wilden om te beginnen helderheid over de vraag van het hoe, wat en waarom. Om te beginnen. En vervolgens, wat wilde vervolgens, u nog meer? Kan je daar dan vervolgstappen ondernemen om op basis van de argumenten te bezien of het noodzakelijk is om wel of niet door te gaan en daarop aan te dringen. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. En dat betekent dus dat u tevreden was met de antwoorden, dus u had begrip voor dat feit dat Rentree dus minder ging doen? Het bleek dat de investeringscapaciteit van een zodanige aard was inmiddels dat dat niet mogelijk was. Dan moet je ook op dat punt een keer je verlies nemen, zal ik maar zeggen. Vond u de kredietcrisis een legitieme reden van Rentree om tot versoberde inzet te gaan? Nou, ik moet u zeggen dat niet het argument alleen van Rentree was in dit soort situaties. De kredietcrisis leidde tot aanpassing op een heleboel plekken van plannen. Ja, ik begrijp dat corporaties en investeerders dat op dat ogenblik deden. Dus dat geldt natuurlijk ook voor Rentree. Ja, dus u vond dat een legitieme reden. Zijn er nog andere redenen te bedenken dat een corporatie tot versoberde inzet zou moeten gaan?
Nou, het zou kunnen dat men uiteindelijk tot de conclusie komt dat men misschien wel iets te grootschalig had ingezet op plannen. Dat zou ook een reden kunnen zijn om te stoppen. Maar was dat in dit geval, was daar sprake van? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Nee. De heer Teuber, de directeur van de corporatie Rentree, die hield jaarlijks een eigen congres. En wij hebben hier Rentree-commissaris de heer Kempelman gehad tijdens de verhoren. En hij verklaarde dat dit congres iets meer voor de grote denkers zou zijn dan voor corporatiedirecteuren. Wat vindt u daarvan? Ik ben niet bekend met die doelstelling. Ik ben er één keer geweest en ik heb daar de sector in brede zin ontmoet. Maar of je daar nou vanuit moet gaan dat het alleen maar de grote denkers waren, dat is een interpretatie van zijn kant, daar heb ik geen oordeel over. U heeft er geen oordeel over, over het feit dat de heer Kempelman dat vond. Maar hoe vond u zelf dat congres? U herkent niets van de opmerking die de heer Kempelman zegt. Dat, het congres is wat groots is opgezet en een insteek had van, zoals hij dat dan noemt, meer voor grote denkers dan voor corporatiedirecteuren. Het was een druk bezochte congres. Dus als je dat groots opzet wil noemen, ja, dat kun je dan zo zeggen. Vanuit dat perspectief. Maar als het alleen maar voor grote denkers zou zijn, dat is mij eerlijk gezegd ontgaan. Dat is u ontgaan? Ja. U gaf aan dat u daar kwam en dat u daar ook de sector ontmoette. Maar u heeft daar ook opgetreden, klopt dat? Ja, ik heb daar ook opgetreden, ja. Okay. En waarom heeft u daar opgetreden? Wat zegt u? Waarom heeft u daar opgetreden? Omdat mij dat gevraagd was. Door wie? Door de bestuurder van Rentree. De heer Teuber? Ja. Oké. Okay. En kunt u heel kort toelichten wat u daar dan tijdens dat optreden heeft? Ik meen dat ik daar in een forumdiscussie heb gezeten. Met meerdere mensen in een soort panel? Ja. Vraag en antwoord? Volgens mij was dat de taak die ik daar had, ja. Okay. Als ik u de vraag stel, heeft... Ik noem het maar even de Haagse politiek, want u gaf eerder aan het begin van mijn vragen hè, dat bijvoorbeeld de minister enthousiast was over de plannen van Rentree en de gemeente, maar ook dus het Rijk. Maar als ik u de vraag voorhoud, heeft de Haagse politiek, dus ook Tweede Kamer, ook u als Kamerlid, bijgedragen in de vorm van aanmoediging als het gaat om de ambities die Rentree had? Wat zegt u dan? Dat hangt er vanaf hoe je dat interpreteert. Wij zijn er als Kamercommissie op bezoek geweest. Om kennis te nemen van de plannen, op uitnodiging van Rentree. Als je dat wil kwalificeren als een aanmoediging, dan kan dat. Ik denk dat wij er alleen maar naartoe gingen om kennis te nemen van de planontwikkeling en de plannen die men had. Maar dat kan je natuurlijk ook gebruiken als, kijk eens, die Kamercommissie die komt hier kijken hoe enthousiast wij het allemaal doen en hoe goed wij het allemaal doen. En ons stimuleren. Het hangt er maar net vanuit van welk perspectief je de boodschap plaatst. De Kamer ging er naartoe. Om kennis te nemen van de plannen, de planontwikkeling en de inzet die Rentree op dat punt daar aan het leveren was. En in de wijk te kijken en te spreken met bewoners. Dat was de reden waarom de Kamercommissie daar naartoe ging. Ja. En als we het hebben over u als lid van de Kamer, als Kamerlid? Nou, dan had ik daarin dezelfde rol. Natuurlijk stimuleerden wij de wijkaanpak, want dat was de doelstelling van het kabinet. En die doelstelling ondersteunden wij, dus daar is geen misverstand over. Maar specifieke projecten daarbinnen hebben wij niet gebruikt om daarmee de aanpak te stimuleren. Of daar een speciale rol in te spelen. U praat nog in een wijvorm. Ik had het over uw persoonlijke rol. Redeneer ik vanuit mijn fractie, maar ik kan het voor mezelf. Als u het persoonlijk wil maken, dat geldt voor mij ook. Niet zozeer dat ik het persoonlijk wil maken, maar ik wil het toespitsen op uw rol als Kamerlid. Maar u wilt spreken ook namens uw fractie, het CDA-fractie. Maar als ik het over mijn rol als Kamerlid heb, dan geldt dat ook. Ja, maar dan nog zou ik u voor willen houden. U deed meer dan alleen maar een werkbezoek. U kwam ook op de congressen. Sterker nog, u deed ook mee in panelvorm aan de activiteiten die Rentree dus organiseerde. Heeft u daarmee niet in uw rol als Kamerlid toch een signaal afgegeven dat u Rentree stimuleerde of toejuichte in hun opereren? Ja, dat zou betekenen dat je voor elke paneldiscussie, als ik uw vraag zo moet interpreteren, dan betekent dat je als Kamerlid in Den Haag moet blijven zitten, niet meer naar congressen moet gaan, niet meer in panels moet gaan zitten, niet meer aan zaken moet deelnemen, omdat bij elke bijeenkomst waar je komt, je jezelf verdacht maakt. Nou, daar vind ik dat niet dat de rol van een Kamerlid is. De rol van een Kamerlid is
om wel het land in te gaan, wel je op congressen te laten zien. En of dat nou een congres van organisatie A is of van organisatie B, je zult altijd een zekere zorgvuldigheid in acht nemen. Maar je laat je zien op congressen, je neemt deel in panels, je draagt standpunten uit. En nogmaals, de suggestie die u neerlegt, die leidt tot Kamerleden die hier allemaal in die vierkante kilometer van Den Haag blijven en zich het verwijt van het volk op zich laten niet te weten wat er in de samenleving aan de gang is. En daar pas ik voor. Ja, maar meneer Van Bochhoven, ik doe geen suggestie. Het is voor mij een optelsom van een aantal feiten en ik leg u voor en u kunt daarop antwoorden. Ja, het is goed dat u heel helder bent over de rol van een Kamerlid. En ik zou u toch willen vragen om in te gaan op specifieke rentree. Want u haalde zelf niet voor niks, denk ik, eerder toen we begonnen met mijn vragen, aan dat rentree zich gesteund voelde. Door de gemeente, door wethouders. Maar u noemde ook het Rijk, noemde de minister. En dan denk ik, de Tweede Kamer heeft daar ook een rol in. En als u zegt, nou, dat werkbezoek moet niet gezien worden als aanmoediging, dan kan ik dat volgen. Maar als ik dus wijs op het feit dat u meer deed dan alleen maar dat werkbezoek, maar dus bijvoorbeeld ook bij die congressen die toch door sommige mensen dan als groots worden gezien, maar ook als een soort podium waarin rentree laat zien dat ze als corporatie heel wat doen en een hoge ambitie hebben, vind ik het denk ik toch wel een legitieme vraag om u voor te houden of u vanuit uw optreden daar niet ook een aanmoedigende werking op heeft gehad. Die vraag is legitiem en het antwoord is nee. Helder. Dan gaan wij door naar Rotterdam, naar woningcorporatie Woonbron. Kamerlid Jansen, die dient in november 2008 een motie in voor het aftreden van minister Vogelaar. Naar aanleiding van het debat over het stoomschip de Rotterdam. Heeft u deze motie gesteund? Nee. Kunt u toelichten waarom niet? Als je een motie indient waarin je het aftreden van de minister eist, dan moet die motie ook een bepaalde zwaarte hebben. En ik vond dat dit specifieke onderwerp niet zou moeten leiden tot het aftreden van de minister. Ik laat uw woorden even bezinken, maar ik weet nog niet zo goed wat u nu als antwoord geeft. Het specifieke onderwerp, zegt u daarmee dat de problemen die er waren met het stoomschip Rotterdam, in ieder geval voor de CDA-fractie, natuurlijk coalitiefractie, maar laat ik dat even opzij schuiven, dat de CDA-fractie de betrokkenheid van minister Vogelaar daarin niet zodanig woog dat ze vonden, dat u vond dat minister Vogelaar moest opstappen. Begrijp ik dat goed? Zo kunt u het verwoorden, ja. In april 2009 bent u mede-indiener van een motie. En dat is een motie die de minister oproept om er bij de Raad van Commissaris van Woonbron op aan te dringen zich op hun positie te beraden. Op grond van welke overwegingen heeft u deze motie mede ingediend? Op grond van de ontwikkelingen zoals die bij Woonbron in die periode eraan voorafgaand hadden plaatsgevonden. De ontwikkelingen rond het schip. De rol die de Raad van Commissarissen daar natuurlijk in heeft gespeeld. En het leek goed dat dat de Raad van Commissarissen zich op haar positie zou beraden, laat ik het zo zeggen. En ik bedoelde daar feitelijk gewoon mee te zeggen dat ze er verstandig aan zouden doen om terug te treden. Ja. Als we kijken naar de problematiek die er speelde bij het stoomschip de Rotterdam, was het dan niet logischer om de Raad van Bestuur naar huis te sturen in plaats van de Raad van Commissarissen? Dat zou misschien logischer zijn, maar was de taak van de Raad van Commissarissen om dat te doen. Dus het was een motie om de Raad van Commissarissen naar huis te sturen omdat ze erin tekort schoten om de Raad van Bestuur naar huis te sturen? Nee. Waar het om gaat is dat je in de motie, dat vonden wij, niet kon zeggen dat de minister moest zorgen dat de bestuurder verdween. Dat is verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen om maatregelen te nemen met betrekking tot de bestuurder. En ten aanzien van de Raad van Commissarissen zou de minister een beroep kunnen doen op haar op het functioneren of het continueren van hun positie. En daarvan hebben wij als Kamer gezegd, laten de Raad van Commissarissen zich vooral bezighouden met de positie van de bestuurder. En laten wij de minister vragen om dit verzoek bij de Raad van Commissarissen over te brengen als het gaat om hun positie. Maar dan stel ik de vraag toch anders. Ja. Waarom is er niet voor gekozen om in een motie de Raad van Bestuur
op haar positie te laten beraden om op te stappen, gezien hun rol bij het project. Ja, in het kader van de verdeling van de verantwoordelijkheden gaat het erom dat de Raad van Commissarissen in eerste instantie gehouden is om een oordeel te hebben over het functioneren van de bestuurder en de bestuurder daarop aan te spreken en eventuele stappen te nemen in de richting van de bestuurder. Ja, maar als u dat zegt, dan is het toch gek als er dan een motie wordt ingediend om de Raad van Commissarissen naar huis te sturen, want dan stuur je de verkeerde naar huis, als ik u zo beluister. Ja, het gaat er natuurlijk om dat je, dat is maar de vraag trouwens of je de verkeerde naar huis stuurt, maar dat is een iets wat andere vraag. Waar het op aankomt is dat wij van mening waren dat de minister in de positie zit om de Raad van Commissarissen te vragen zich op een positie te beraden. Maar zegt u daarmee dat de minister dus de Raad van Bestuur niet naar huis kan sturen, überhaupt niet? Ik denk niet dat de minister de Raad van Commissarissen naar huis, de bestuurder naar huis kan sturen, nee. Waar baseert u dat op? Omdat ik denk dat het de Raad van Commissarissen is, maar ik weet niet, het is expres juridische aspecten erin, maar ik denk dat de Raad van Commissarissen het is die de bestuurder benoemt, ontslaat en toezicht houdt op zijn of haar functioneren. Ja, bent u daarop geadviseerd, ook voordat die motie werd ingediend, om ervoor te zorgen dat alleen de Raad van Commissarissen in die motie staat en niet de Raad van Bestuur? Nee, we zijn er niet over geadviseerd, nee. Maar het klopt wel dat de heer Jansen in eerste instantie de motie wilde indienen om de Raad van Bestuur naar huis te sturen, dat klopt wel. De heer Jansen wilde oorspronkelijk in zijn motie meenemen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ja, en dat is toen geschrapt en op basis of door wie, op welk advies is dat dan? We hebben daarover met elkaar gediscussieerd en van gedachten gewisseld of dat nou wel passend was. En we is dus de heer Jansen en u? Onder andere, maar ook volgens mij waren er meerdere indieners, maar we hebben daar inderdaad, ik heb daar onder andere met de heer Jansen over gediscussieerd, dat is correct. Ja, maar het is dus een discussie tussen Kamerleden onderling geweest of is de minister daar nog bij betrokken of de, andere partijen? Een discussie tussen Kamerleden onderling zonder de betrokkenheid van de minister. Okay. En ook Althans, niet van... ik heb de minister er niet bij betrokken. Okay, dus u sluit niet uit dat er een advies is geweest van buiten de Kamer om die motie aan te passen? Ik ga er niet van uit. Ik heb zelf, de discussie ben ik zelf begonnen om te zeggen van, moeten wij daar nou de bestuurder wel of niet in betrekken? Wat is uw oordeel over het incident van het stoomschip de Rotterdam? Nou, dat is dat het een uitermate vervelend incident is. Heeft de politiek het toegejuicht naar uw mening? Het is in ieder geval zo, nou het incident niet, dat heeft de politiek niet toegejuicht. Excuses, wat heeft u op... De politiek heeft het incident niet toegejuicht. Nee, het incident niet, maar het project stoomschip? Oh, zeker. Het project van het stoomschip had brede steun in de Rotterdamse samenleving en in de Rotterdamse politiek. Zeker. En de landelijke politiek? Nou, in de landelijke politiek, wij hebben kennis genomen van het feit dat men dat schip ging kopen. Dat men daar een bepaald bedrag aan investeringen in zag. Dat men het gebruik op een bepaalde manier wilde gaan doen. Daar heeft niemand zich tegen verzet, omdat dat op zich uitdagend leek. Uiteindelijk moet je vaststellen dat het verder is doorgeschoten en als maar verder. Dus men is in een fuik gezwommen waar men niet meer uit kon komen. Ja, is daarmee de politiek mede verantwoordelijk geweest voor dit project en hoe dat is gelopen? En de politiek bedoel ik daarmee landelijk en lokaal? Nee, ik geloof niet dat je kan zeggen dat ze mede verantwoordelijk zijn. Vind ik wel een hele zware... Kijk, uiteindelijk is de bestuurder en is de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de besluiten die zijn genomen. Maar de betrokkenheid van alle partijen was er wel degelijk tot op een bepaald moment. Okay. Dank u wel, voorzitter. Dank, mevrouw Hashi. Even inderdaad uw correctie, meneer Van Bokhoven, voor het adoptiekamerlid. Volkomen correct, want u was adoptiekamerlid voor een wijk in Schiedam, hebben we begrepen. Dat heeft u goed samengevat. Ja, en niet voor de Rivierenwijk, dat waren... Niet in die periode, nee. Dat waren andere Kamerleden. Dus op dit punt geef ik u als commissie graag gelijk. Het woord is aan collega Bashir. En meneer Van Bokhoven, we gaan verder naar Vestia. In september 2011 blijken de problemen bij Vestia. Vervolgens breidt minister Donner... een aanwijzing voor om de derivatenportefeuille van Vestia aan te pakken, maar dat blijkt onmogelijk te zijn omdat er clausules in het derivatencontract staan waardoor de minister geen aanwijzing kan geven. Klopt het dat de Kamer nooit door minister Donner is geïnformeerd over het Vestia debakel? Dat klopt. En kreeg u als Kamerlid via andere bronnen geen signalen dat er problemen waren bij Vestia? Nee. Geen enkel signaal? Ik had geen enkel signaal.
Maar dit ging om een groot project, of een groot probleem. 400 miljoen bleken op dat moment de liquiditeitsproblemen te zijn. Er zat een grote derivatenportefeuille bij Vestia, met allemaal ingewikkelde constructies en clausules. Had een minister niet de Kamer moeten informeren over zulke grote problemen? Dat zou ongetwijfeld gebeurd zijn als, en dan baseer ik mij op de kennis die ik heb gekregen na die tijd, niet de giftige pillen in die contracten inhielden dat ingrijpen of publicatie of anderszins, ik vertaal het nu even in mijn woorden, zou kunnen leiden tot het onmiddellijk opeisen van de uiteindelijke financiële situatie, de uiteindelijke derivaten en de afkoop daarvan. Dat zou grote schade hebben betekend voor de corporatie. En ik heb ook in een later fase nadrukkelijk begrepen dat de afweging is gemaakt. Als wij hierover naar buiten treden, wat zijn dan de gevolgen? En de minister Spies heeft uiteindelijk, nadat men inzicht had in alle contracten en dergelijke, de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd. Ja, maar dan hebben we het over minister Spies. Ja. Ik wil het nog even met u over minister Donner hebben. Hij heeft de Kamer niet geïnformeerd. En u zegt van ja, stel dat hij dat wel had gedaan dan, en het was publiek geworden, dan was dat misschien wel een groot probleem geweest voor Vestia zelf. Maar de minister kan dat natuurlijk ook op meerdere manieren doen, het informeren van de Kamer. Bijvoorbeeld zeker. Vertrouwelijk, in beslotenheid, dat is ook niet gebeurd. Naar ik heb begrepen is men heel lang bezig geweest met te preciseren wat er nu precies in al die contracten stond en in hoeverre men ruimte had om daar wel of niet wat te doen. En ik ga ervan uit dat dat de reden is, omdat men daar geen helder inzicht in had, maar wel signalen dat men uiterst voorzichtig moest zijn. Dat dat de reden is geweest waarom de minister de Kamer niet heeft geïnformeerd, maar dat moet u hem vragen. Ja, maar u legt nu uit waarom minister Donner de Kamer niet heeft geïnformeerd. Mijn vraag is juist erop toegespitst wat u ervan vindt. Want u was een Kamerlid, u was 10 jaar Kamerlid, u was woordvoerder volkshuisvesting. En u moet de regering controleren en de minister informeert u niet. Ja, er kunnen zich situaties voordoen waarbij het verstandig is, als de minister zelf niet weet en niet kan overzien van wat zijn stappen is. Dat is mijn interpretatie, zeg ik er dan onmiddellijk bij. Dat je zegt van, ik moet eerst even precies weten wat mijn positie is voordat ik die stap zet. Ik kan niet anders dan interpreteren dat de minister die afweging heeft gemaakt. En ik denk, als u mij vraagt van, bent u nou wel of niet tekort gedaan? Uiteindelijk is de Kamer geïnformeerd. Naar mijn mening, voor zover ik dat kan overzien op een passend moment, had het eerder gekund. Ik kan het niet overzien. Ja, dan is er nog de vraag over of u in zijn algemeenheid vindt dat de Kamer geïnformeerd moet worden als er een probleem is. Of dat de Kamer pas geïnformeerd moet worden op het moment dat er een probleem is en daarbij ook al vast een oplossing door de regering gevonden is. Het eerste is het geval. Zodra een probleem is. Komma, maar je moet dan wel zeker weten hoe het over gaat. En in deze specifieke situatie stonden er clausules in het contract die het voor iedereen onduidelijk maakte wat de consequenties daarvan waren. Zo heb ik dat, nadat wij daar in de Kamer met de minister wel over konden spreken, begrepen. En vanuit dat perspectief kan ik mij voorstellen dat ook een minister zegt, ja, ik heb weliswaar een informatieplicht aan de Kamer, maar ik heb ook nog andere plichten en die moet ik in goed evenwicht naar voren brengen. Daar moet ik dan in een later stadium met de Kamer over discussiëren. En daar word ik dus in een later stadium door de Kamer op afgerekend. Ja, maar dan antwoorden nu alweer wat de minister zou moeten antwoorden. Nee, maar dat is mijn opvatting. Dat het zo kan gaan. Ja, maar dan ga ik met u verder naar minister Spies. Zij volgde minister Donner op 16 december 2011 op. En binnen een week nadat ze zich heeft laten informeren, besluit zij wel de Kamer te informeren. Maar gezien de clausules waar we het net over hadden, besluit zij de Kamer vertrouwelijk te informeren. En dat doet ze aan de vooravond van de kerst, dat is op 23 december. Dan belt ze persoonlijk alle woordvoerders op dit dossier op. Kunt u ons meenemen naar dat telefoongesprek op 23 december? Wat vertelde minister Spies? Minister Spies vertelde dat er een groot... probleem ontstaan is bij de woningbouwcorporatie Vestia. Dat probleem zat in de hoeveelheid derivaten en de financiële problematiek die daaromtrent was ontstaan.
dat niet zomaar 1, 2, 3 naar buiten zou kunnen komen vanwege het feit dat er in het contract clausules zaten die ertoe zouden kunnen leiden dat ingrijpen van die minister, het geven van een aanwijzing van die minister, tot onmiddellijke opeisbaarheid zouden leiden met alle grote financiële problemen van dien. En dat de minister dus bezig was met het nemen van een aantal passende maatregelen en een brief over de zaak naar de Kamer had gestuurd die vertrouwelijk ter inzage lag. Ja. En hoe reageerde u? Verbaasd. Om twee redenen. Dat de minister je op de vooravond van kerst belt met een mededeling dat zij met een ernstig feit komt en je daarover als woordvoerder wil informeren, is op zich al een unicum. Dan de inhoud daarvan ook. Ja. Ik moet u zeggen, ik was echt met stomheid geslagen. De dag na de kerst volgt er ook nog een vertrouwelijke brief. Wanneer heeft u die gelezen? Tussen kerst en oud en nieuw. En de informatie die daarin stond, dat was voldoende om een beeld te krijgen van de problemen bij Vestia? Om een eerste indruk te hebben van de problemen bij Vestia. Ja, want vervolgens is er ook nog een debat geweest, een vertrouwelijk debat, achter gesloten deuren. Kunt u voor ons schetsen hoe dat debat liep? Dat debat dat kwam er dus pas eind januari of zo. Dus dat was niet direct na die brief. 31 januari, ja. Ja, en in dat debat verliep natuurlijk vooral langs de lijnen dat eigenlijk niemand dat in, daar begon het eigenlijk mee, niemand dat in de beslotenheid wilde doen. Iedereen wilde dat in de openbaarheid doen, dat was één. Maar ja, dat was lastig. Wij konden niet de afweging maken of dat wel of niet kon, moesten dat baseren op de informatie van de minister. Twee. Ik heb nadrukkelijk de indruk dat de minister ook op onze vragen nog met mail in de mond sprak. Omdat ze ook gewoon aangaf dat ze op een aantal terreinen nog geen antwoord kon geven. Schuin de streep geen antwoord wilde geven. De minister was uiterst voorzichtig omdat er kennelijk nog niet een compleet beeld was van de situatie. En twee, men nog bezig was om de problemen bij Vestia ook in de richting van bestuur en raad van commissarissen aan te pakken. Ja, en wat heeft u ingebracht in dat debat? Nou, wij hebben natuurlijk de vraag gesteld van hoe kan dit gebeuren? Wat is nu de situatie? Hoe gaan we het probleem oplossen? Wat betekent dat voor de sector? Dat zijn ongeveer wel de dingen die ik ingebracht heb. En was de ernst van de situatie voor u duidelijk? De ernst van de situatie werd ons wel duidelijk, omdat ons werd aangegeven dat het niet over klein bier ging. En dat als er een probleem zou zijn, dat niet zomaar een probleem zou zijn waar alleen de sector op zou kunnen worden aangesproken. Maar dat ook achtervang van Rijk en gemeente daar mogelijk een rol zouden kunnen spelen. Het ging om grote bedragen. Inmiddels was de derivaten, of tekort van het derivatenportefeuille van Vestia flink opgelopen. Hoe kijkt u hierop terug? Want minister Donner die besluit om de Kamer helemaal niet te informeren. Minister Spies zit in dezelfde situatie. Zij kan dat niet in openbaarheid doen, net als minister Donner, maar zij belt u op. Ze stuurt een vertrouwelijke brief. Er wordt in beslotenheid een debat gevoerd. Had minister Donner niet hetzelfde kunnen doen? Dat had hij mogelijk kunnen doen. Het gevaar is dat ik nu weer het verwijt krijg dat ik speculeer, dat ga ik dus maar even niet doen. Ik kan hooguit interpreteren van wat misschien zijn afwijging zijn geweest. Als ik naar minister Spies luisterde, was het zo dat men tot vrij lang bezig is geweest om alle complicaties en alle elementen, contracten en dergelijke te bestuderen om te zien wat nu het feitelijke probleem was. En ik kan dus niet treden in de afweging die minister Donner al niet gemaakt heeft, want hij was er niet meer om met hem daarover te spreken. Ja, maar het ging wel om grote bedragen met mogelijk achtervang van het Rijk. Dan moet toch de Kamer, de controlerende orgaan, hiervan weten en ook de regering daarop kunnen aanspreken? Ja, in sommige situaties moet de minister op basis van de kennis die hij heeft waarschijnlijk de keuze maken dat hij met alle risico's van dien voor zijn persoonlijke positie even moet wachten met het informeren van de Kamer. Dat zal mogelijk een afweging zijn geweest. Ja. Dan is er op een gegeven moment contracten met de banken, de termsheet, waarin de derivatenportefeuille van Vestia wordt afgekocht. Is de Kamer eigenlijk betrokken geweest bij de keuze voor het afkopen van de derivatenportefeuille van Vestia? Nee. Dus de andere scenario's die ook maandenlang op tafel hebben gelegen, die zijn nooit in de Kamer besproken? Heeft de Kamer zich eigenlijk uitgelaten over de wijze waarop de derivatenportefeuille moest afgewikkeld worden?
Nee, het was natuurlijk ook voor een Kamerlid die woordvoerder op het gebied van volkshuisvesting is en nog niet direct een woordvoerder op al dit soort zaken als financiën, toch ook een ingewikkelde situatie. En gezien de vertrouwelijkheid ging je ook niet meteen de boer op om je op de alle ins en outs te laten informeren wat nu de beste manier van afkoop was. In de tweede plaats, daar waren natuurlijk wel de topjuristen die het Rijk en de topjuristen die Vestia konden inschakelen bij betrokken en deskundigen op dat terrein. Dus het is ook maar de vraag, stel ik voor mezelf, welke toegevoegde waarde ik bij de oplossing van dat vraagstuk, moet je linksom of moet je rechtsom, zou hebben kunnen inbrengen. U had een blind vertrouwen in de regering. Blind vertrouwen? Kijk, dan komen we weer bij de positie van een Kamerlid. Je moet toch op zijn minst altijd de kritische vragen blijven stellen. Maar je moet wel blijven vragen naar of het de meest passende oplossing is. Of er geen andere oplossingen zijn. Maar om die oplossing ook zelf aan te dragen, dat is nu weer een stap verder. Dus blind vertrouwen, nou, dat is niet het goede woord. Ja, want u hebt het over aandragen van oplossingen. Uit ons onderzoek blijkt dat er meerdere scenario's op tafel lagen. Daar is ook uitgebreid over onderhandeld en ook over gesproken binnen de onderhandelingsteam van het ministerie. Maar de Kamer heeft zich daar nooit over uitgesproken. Nee. Sterker nog, u wist niet eens dat er meerdere scenario's op tafel lagen. Nou, wij wisten niet eens dat er meerdere scenario's op tafel waren. Nee, niet in die zin, maar we wisten natuurlijk dat er tussen partijen gesproken werd om tot een oplossing te komen. Dat wisten we wel. Maar ik weet niet of het nou de rol van de Kamer is om in dat stadium en op dat moment zich tot de details te bemoeien. De minister bestuurt, de minister moet het probleem oplossen en de Kamer controleert. En of de Kamer nou elke tussenstap moet controleren, dan wel zich met elke tussenstap van de minister moet bemoeien. Dat is een interessante staatsrechtelijke discussie. Maar ik geloof niet dat dat helemaal goed uitkomt. Maar als de minister besluit om akkoord te gaan met een deal van 2 miljard euro en vervolgens de Kamer achteraf informeert, vindt u dat ook dan een goede wijze van handelen? In dit dossier, met de omstandigheden die er waren en de situatie zoals ik die kan overzien vanuit mijn positie, denk ik dat de minister op dat punt, het brengen van een oplossing, dat de minister daar adequaat in heeft gehandeld. Ik heb niet de kennis over oplossing A, oplossing B, oplossing C of oplossing D en welke was daar beter in geweest. Waar het natuurlijk vooral om gaat is dat er een oplossing kwam die zo min mogelijk, want er is grote schade aangericht, schade aanricht aan de corporatie en de volkshuisvesting in brede zin. Ja, dus op 31 januari 2012 debatteert de Kamer in beslotenheid. Vervolgens wordt 5 maanden later een deal gesloten tussen banken, Vestia en de regering en CFV en WSW. De Kamer wordt niet geïnformeerd over de verschillende scenario's. En u zegt van deze scenario die nu uitgekomen is, dat zal wel de beste zijn, ook al heb ik het niet gecontroleerd. Ik ga ervan uit dat men, ik ga ervan uit, en dat moet je ook zo nu en dan doen in dit soort situaties. Ik vind niet dat de Kamer mee moet onderhandelen. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het meer van Bogenhoven over het informeren van de Kamer. Ik probeer tot mijn punt te komen. Ik ga er dus vanuit dat de Kamer niet mee moet onderhandelen. Het is aan de minister om dat te doen. Er was een zeer ingewikkelde financiële situatie waarbij meerdere partijen waren betrokken. En ik denk dat men uiteindelijk, want ik ken andere scenario's niet, men uiteindelijk een oplossing heeft gekozen die men op dat ogenblik het meest passend vindt. En met de minste schade, maar er was natuurlijk al enorme schade aangericht. Ja, maar dan wordt op een gegeven moment de termsheet afgesloten. De minister had ook ervoor kunnen kiezen om de Kamer daarvoor nog even te informeren dat ze dat ging doen. Dat heeft ze ook niet gedaan. Wat vind je daarvan? Ik denk dat de minister er goed aan heeft gedaan om de afspraken die waren gemaakt, om die ook echt te effectueren. Dat waren afspraken die scherp waren, waarbij over en weer scherpe posities waren ingenomen. En soms moet je ervoor kiezen om de Kamer ook achteraf te informeren. Je weet dat dat mogelijke consequenties kan hebben, politieke consequenties. Maar in het licht van het belang van de zaak moet je dat denk ik soms doen. Dus stel er was 3 miljard uitgekomen of 4 miljard... Dan zegt u van, ja, ik weet de achterliggende gegevens niet. Ik weet niet hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Het zal wel goed zijn allemaal. Achteraf moet je met de minister de discussie voeren in die situatie zoals hij zich nu voordoet, of het wel verstandig is geweest en of dit de goede uitkomst was.
Maar er zaten grote belangen waren erbij betrokken, zei ik al, voor de corporatie en voor de volkshuisvesting in Nederland. Iedereen was ervan overtuigd dat je op dat punt van de kant van het Rijk de positie zo scherp mogelijk moet houden. En je moet dan je onderhandelingen voeren op de meest passende manier en je moet niet nog eens 13 Kamerleden mee laten onderhandelen. Ja, maar dan tot slot, meneer Van Bochhoven. Vindt u eigenlijk dat u als Kamer, maar ook uzelf als meneer Van Bochhoven, in die 5 maanden tussen het debat en het uiteindelijke afsluiten van de deal voldoende bovenop hebt gezeten? Ik denk dat dat wel het geval is. Ik wijs u erop dat wij ook in diezelfde 5 maanden met een motie zijn gekomen die heeft geleid tot deze enquête. En dat was een van de argumenten om te zeggen, we moeten er heel scherp bij zitten, want wij krijgen langs een aantal lijnen de informatie niet of onvoldoende boven tafel. Ik weet het onderscheid tussen een parlementair onderzoek en een parlementaire enquête. En er is door mij zeer bewust gekozen voor een parlementaire enquête en niet voor een parlementair onderzoek. Juist vanwege het feit dat het parlementaire enquête het mogelijk maakt om dingen boven tafel te krijgen die bij een parlementair onderzoek mogelijk niet boven tafel komen. En dus, binnen de mogelijkheden die we hadden, hebben we gecontroleerd. Binnen de ruimte die we kregen, hebben we dat gedaan. Daar speelden grote belangen in mee. En we hebben nog voordat die zaak afgesloten was ook gezegd van we gaan deze stap zetten, omdat we ook achteraf willen zien of onze positie op dat punt wel duidelijk was. Dank u, meneer Bashir. Meneer Van Bochhoven, nog even terug naar wat u net zei, of even kijken of ik dat goed heb gehoord. Moet een minister nou ten principale, zodra hij zicht heeft op een fors financieel probleem, dat ook het Rijk kan raken, moet hij dan ten principale de Kamer daarover informeren, ook als voor dat probleem nog geen oplossing in zicht is? Ik vind dat de minister dat moet doen, maar ik heb er een komma geplaatst. En dat is dat je, als je daarmee nog grotere schade veroorzaakt dan er al is, dan moet je als minister even een zorgvuldige afweging maken of je daar goed aan doet, of dat je de Kamer niet in een later stadium moet informeren. En ik denk dat dat, voor zover mijn kennis strekt over de inhoud van de contracten, dat dat een afweging is die je in dit geval zou kunnen maken. Maar feitelijk heeft de minister natuurlijk altijd de taak om de Kamer te informeren. Zeker, dus het is helder, dank. Dan is inderdaad toch wel de vraag van, kijk, minister Donner, die hoorde ergens medio december van die giftige clausules die dat toezicht konden belemmeren, hè, toen die conceptaanwijzing al op de tafel lag. Maar tussen september en medio december lag het probleem Vestia op de tafel bij het ministerie, bij minister Donner. En Vestia had acuut €1 miljard nodig. Dat is een zeer aanzienlijk probleem, zou ik willen zeggen. En er kwam ook al een eventueel risico voor het Rijk als achtervanger. Zou je dan niet toch de conclusie kunnen trekken dat toen al informatieplicht bestond naar de Kamer? Die conclusie kan je mogelijk trekken, maar dan moet je ook beschikken over alle gegevens, lees de contracten en de betekenis daarvan en de afweging die daarvoor nodig is. En die informatie hadden wij niet. Dat is een van de argumenten die ons gebracht heeft tot Kamerstuk 29453 nummer 236. Goed, dan tenslotte, ik heb wat aantekeningen gemaakt gedurende dit openbaar voor, dus neemt u mij niet kwalijk als ik even in die aantekeningen kijk. Maar ik wil u nog even iets voorhouden, meneer Van Bochhoven. U zei straks over het hoofdlijnendebat in 2005 met minister Dekker. Toen zei u tegen de commissie, ik was toen nog niet klaar voor strakkere regelgeving. Nou, door alle incidenten komt er een breuklijn na 2006, heb ik u horen zeggen. En vervolgens steunde u de beleidsvisie van toenmalig minister Van der Laan, die in de latere fase 2009 de teugels aantrekt. In 2010 was hij weg, Van der Laan, er zit Donner daar. Toen steunde u minister Donner en die past die conceptherzieningswet van Van der Laan weer aan in een richting van weer minder stringente regelgeving voor de corporatiesector. Dat is de opbouw die ik hoorde in uw betoog, dus nu ben ik toch wat in verwarring. Welke conclusies heeft u nu zelf getrokken uit al die incidenten ten aanzien van de aspecten zelfregulering en maatschappelijk ondernemerschap? 1. Maatschappelijk ondernemerschap leidt ertoe dat je ook ruimte moet krijgen om te ondernemen. Daar waar je werkt met maatschappelijk gebonden kapitaal, met een doelstelling die erop gericht is om activiteit op het gebied van volkshuisvesting specifiek gericht op de, wat wij vroeger noemden, de doelgroepen van beleid te hanteren, maar dat geldt ook in andere maatschappelijke sectoren.
Moet je ook rekenschap geven van het feit dat er op dat punt niet sprake kan zijn van een vrij ondernemerschap en we doen maar en we, waar we zin in hebben, maar dat je je ook binnen een bepaald kader moet opereren. Dat kader dat staat in de woningwet. We hebben in de periode tussen 2002 en 2012 gezien dat de zelfregulering niet op alle punten goed en adequaat verliep. Dat er ontwikkelingen waren die ertoe leidden van je moet de regels scherper aantrekken. Minister Donner heeft uiteindelijk de woningwet, die voorlag aangepast. Het belangrijkste punt wat daarin niet naar voren kwam, was de autoriteit. Alle belangrijke andere punten bleven overeind. En voor zover zij er niet waren, hebben wij bij het debat op de herzieningswet hebben wij amendementen ingediend die die punten wel aan de orde stellen. Samengevat, je maakt in 10 jaar een ontwikkeling door in denken, door de omstandigheden die er zijn, en dat bepaalt ook je handelen. Daarnaast is het zo, dat is dan een ander gegeven, dat je door het samenspel met andere politieke partijen, door het hebben van verkiezingen, door het afgaan op verkiezingsprogramma's, natuurlijk voortdurend de discussie voert over waar liggen de grenzen van ons eigen politieke denken, waar kunnen we de samenwerking met anderen vinden. Dat is het kenmerk van democratie en dat betekent ook dat je na verkiezingen zo nu en dan door samenwerking met anderen nuances moet aanbrengen. Maar ik denk dat de lijn steeds is geweest van minder betrokkenheid naar meer betrokkenheid en dat daar wel een consistente factor in zit. Betekent dat nu, als ik dat dan nog eens mag samenvatten, dat men door schade en schande wijs wordt, hè? Want we hebben heel lang zelfregulering gehad, waar u zelf een tijd voorstander van was. Uiteindelijk dient u wel de motie in om het hele verhaal maar eens in een enquête te gieten na die vulkaanuitbarsting bij Vestia. Is dat een kwestie van door schade en schande wordt men wijs? Het is zeker zo dat je, u noemt dat door schade en schande wijs worden, anderen spreken dan over voortschrijdend inzicht. Maar natuurlijk is het zo dat je door de ontwikkelingen die je doormaakt, door de feiten waarmee je geconfronteerd wordt en de incidenten waar je kennis van neemt, het denken over hoe gaan wij daar nou mee om, uiteraard voortdurend in beweging is. Het zou een slecht signaal zijn als ik in 2010, 2012 nog net zo dacht als in 2002, want dan zou ik gedurende 10 jaar in mijn denken totaal stil hebben gestaan. Daar gaan we mee afsluiten. We zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Ik sluit de vergadering, meneer Van Boekhoven. Dank u wel.